En ze worden geblinddoekt, worden in een hok gezet. Ze weten niet wat er gaat gebeuren. Er wordt gewoon niks gezegd. En op een gegeven moment wordt er gewoon tegen ze gezegd van hey, op het moment dat die blinddoek afgaat, zie je daar een hele grote hond staan. En die hond die gaat jou pakken. Kijk naar speciale 1 en special forces. Dus daar is de cultuur vaak zo dat je juist heel goed met elkaar kan praten. Daardoor ontstaat dus 100% vertrouwen. Als ik me omdraai. Dat ik weet dat ik geen luchtdekking uh, uh, heeft. Zeg gewoon letterlijk tegen jezelf: Ik kan dit. Weet je wel. Ik kan dit aan. Ik ga dit doen. Het is nou echt een van de missies waarvan je zegt van po, daar nog levend uit ben gekomen. Dat is gewoon de missie waarbij ik eigenlijk alles waar, waar ik voor ik ooit heb getraind, alles samenkwam. Gewonden, praten met petje gevechtshelikopters om huursteun te krijgen, leiding geven onder extreme druk. Ook bewust zijn dat je misschien niet thuis komt. Derk, leuk dat je er bent man. Hey, we gaan het vandaag met jou hebben over een aantal belangrijke zaken. Uh, iets waar heel veel ondernemers, maar ook zeker jij en uh, de mensen die doen wat jij uh, in je leven hebt gedaan, mee te maken krijgen. Namelijk extreme stress. Ja. Um, we gaan een stukje inzoomen op extreme stress in je leven. Uh, hoe het ontstaat, hoe ermee om te gaan, et cetera. Maar vooral ook in zaken. Zodat alle ondernemers die dit kijken, daar ook uh, echt uit. Eigenlijk de ervaring die jij hebt, dat weer kunnen toepassen in hun eigen bedrijf. Want ja. uh, de ervaring die jij hebt, is nogal wat. Uh, je bent lid geweest van de BSB. Uh, je bent bij Special Forces Medic geweest. Um, dus extreme stress. Is jou niet vreemd, zeg maar? Jij hebt, ik hoorde al in andere podcasts een aantal verhalen dat uh, de ja. kogels om de oren vlogen, zeg maar. Ja, dat gebeurt, ja. Ja, ja, ja. 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 Dus, dus daar ben jij zeker geen vreemde bij. Jij helpt mensen daar ook uh, nu mee. Eigenlijk nu, sinds je uit dienst bent, help je mensen om daar beter mee te dealen. Ja. Um, en ik ben heel benieuwd om een beetje een beeld te schetsen bij de mensen van ja, wat zijn nou die stressvolle situaties waarin jij gezeten hebt. Zou je ons kunnen meenemen in een van de meest stressvolle situaties die jij hebt meegemaakt bij of de BSB of als Special Forces Medic? Ja, zeker. Ik heb uh, inderdaad ongeveer 16 jaar bij Defensie gewerkt, best wel veel operationele ervaring, Heel veel in het buitenland geweest, met name. Uh, eigenlijk ja, een voorbeeld die ik altijd aanhaal is eigenlijk van mijn, een van mijn eerste grote vuurgevechten als leidinggevende. Ja, dus die ben je naast jezelf, uh, verantwoordelijk voor jezelf, ben je ook verantwoordelijk voor ja, een aantal mensen. Uh, dit speelde zich dan af in Oeriskan, uh, in, in Afghanistan. Waarbij we eigenlijk patrouille liepen in een gebied met heel weinig zicht. Dus dan heb je, als je om je heen kijkt, heel veel bossages. En het zicht is soms niet meer dan 20, 30 meter ver. En we, we liepen eigenlijk in een gebied waarvan uh, iedereen wist: van ja, hier, uh, hier gaat sowieso altijd iets gebeuren. Dat was gewoon bekend. Het was een beetje semi-permissief gebied. Dus niet helemaal toegankelijk uh, qua veiligheid. En we liepen eigenlijk samen met een andere patrouille, die bestaan uit lokale uh, militairen, begeleid door Nederlandse militairen. En die kwamen al heel snel in een hinderlaag. Dus echt, uh, ja, met kalasnikovs, RPG's, dus van die raketwerpers. Ja. Dat uh, was een meter of 300 van ons vandaan. We konden ze niet zien, maar we hoorden echt duidelijk van, nou, die worden nu ineens, vanuit het niets eigenlijk, uh, maximaal onder vuur genomen. Nou, dan gaat je stresslevel natuurlijk al omhoog. Als je kijkt naar je stresslevel van 1 tot 10, überhaupt die vijf maanden uitzending in dit geval dan, uh, dan zit je eigenlijk altijd op een 4. Hè? Laten we zeggen, een schaal van 1 tot, tot 5, uh, 10. Nou, toen schoot hij wel echt even naar, uh, naar een zeven. Laat ik het zo zeggen. vind ik uh. nog meevallen. Maar, uh. Ja, het bent ook op een rare <laughs> ja, manier. Het klinkt uh, als een team. Maar <laughs> ja, het klinkt als een, misschien als een team. Maar als je, dat, dat hou je niet vijf maanden vol. Hè. Nee, je nee, kan niet maximaal getrest zijn vijf maanden lang. want dan ben je ook misschien niet geschikt voor om daar te zijn. Ja. ja. Um, dus een stukje selectie en training gaat natuurlijk vooraf. Een opleiding. Um, maar op een gegeven moment, ja, ik wist op een gegeven moment wel van nou, zij zitten zo erg in de problemen. Uh, de commandant van mij die gaat soms meteen zeggen: hé, hey Derek, ga met jouw club die kant op, want ze hebben gewoon hulp nodig. Dus die voelde ik al aankomen. Um, dus je maakt je daar uh, gewoon mentaal gereed voor. Uh, wat voel je dan in mijn lichaam? Natuurlijk, je hartslag gaat omhoog. Je, uh, je ademhaling gaat omhoog. Die is aangekoppeld. Je lichaam maakt je echt klaar voor actie. Daar uh, kan ik later nog wat meer over vertellen. Uh, maar aan de andere kant, ik ben ook leider. Uh, dus ik moet ook gewoon rust uitstralen. En het kan zijn dat ik, uh, was ik bang? Ja, zeker. Je hebt een bepaalde vorm van angst. En dat moet je gewoon accepteren en daar moet je mee omgaan. Uh, maar er zijn wel mensen, jongens van 18, 19, 20, 21, die kijken naar jou. Oké, okay, Dirk, uh, ja, leid ons, we gaan, uh, we gaan ervoor. Um, dus je kan niet als een blinde kip, uh, gek zonder... Uh, kip zonder kop. Kip zonder ja, kop, inderdaad, ja. kan je daar gaan rondrennen. Uh, dus, ja. uh, op een gegeven moment kregen we de, de melding inderdaad van, je hey, gaat die kant op, uh, jullie gaan hun uh, steunen. Ontzettend eigenlijk, van uh, waar ze nu in de situatie waar ze in zitten. Um, dus We gingen steeds een stukje voorwaarts en voorwaarts. en Elke keer vlogen er wel het kogels om onze oren, maar we, wisten hem, we hadden geen idee waar het vandaan kwam. Dus, dus ook een stukje onoverzichtelijkheid wat dan meespeelt. Um, nou, op een gegeven moment kwamen we bij een soort Afgaans huis. Dat moet je, je even voorstellen. Dat is gewoon een hoop klei, muren. Uh, zo bouwen ze daar die huizen. Maar ontzettend stevig. En uh, kogels gaan daar ook niet doorheen. Dus het is echt heel erg uh, ja, stevig gemaakt. Um, en was het was even stil. En ik stuur twee, eigenlijk twee mensen van mij om een, om een hoek. Om te kijken wat daar zou zijn. Want het was gewoon echt een blinde hoek. En eigenlijk vijf meter verder uh, worden die twee uh, soldaten in dit geval eigenlijk maximaal onder vuur genomen vanuit het niets. Ook weer geen idee waar het vandaan kwam. Maar je moet je voorstellen, het gaat echt van 0 naar 100. Uh, ik zie een hoop stof. Ik zie kogels inslaan om hun heen. Uh, en uiteindelijk uh, gaan die kogels ook richting mij. Want ik zat ook redelijk in die open. Uh, je ziet gewoon de blaadjes om je heen uh, naar beneden dwarrelen. En ik was echt verbaasd dat ik niet werd geraakt. Maar ik maakte me er ook wel gewoon klaar voor. Van nou, uh, weet je, ik heb een helm op. Ik heb een kogel weer in het vest staan. Hopen dat hij of in mijn arm komt of op mijn, op mijn plaats in mijn, in mijn vest. Uh, maar ik voelde me daar heel erg kwetsbaar. Maar toch wilde ik die twee, uh, die twee soldaten van mij. Uh, want ik voel me daar natuurlijk verantwoordelijk voor. Ik ben daar verantwoordelijk voor. Die wilde ik wel veilig daar wegkrijgen. Dus onder mijn zeg maar, dekkingsvuur. Dus ik vuur dan in dit geval vuurde ik een heel magazijn een globaal in de richting waar ik dacht dat iemand zat. En hebben het over 20, 30 meter qua afstand. Ja. Um, zodat zij, zeg maar zeggen, maar, konden terugtrekken achter mij langs het huis in om daar een soort ja, zeg maar, stronghold noemen we dat dan in te richten. Ja, dat was gewoon heel erg uh, een ja, stressvol moment. Uh, dan zit je wel in een negen of de tien. Uh, ja. uh, uh. En dan, wat merk je daar weer? Ja, en het zijn eigenlijk lessen die ik dus later ook weer heb meegenomen. En, um, hyperfocus, dus je bent uh, helemaal in het moment. Uh, er is niks belangrijkers dan, dan dat wat zich daar afspeelt. Veiligheid van mijzelf, mij, mij, maar ook veiligheid van mijn mensen. Misschien eigenlijk wel andersom, ja. want uh, zo stond ik er ook in. Uh, tunnelvisie, dat is echt letterlijk. Dus uh, alles waar ik keek was heel erg scherp, maar eromheen was heel erg blurry, zullen we zeggen. Uh, dus je moet jezelf ook dwingen om links en rechts van je te kijken, om echt ja, situational awareness te houden. Dit kan je ook, dat zal ik later wel doen hoor, dit, kan je, dit soort zaken kan je echt vertalen naar bijvoorbeeld een onderneming. Ja. Of, of een privé situatie waarbij je gewoon okay. een ruzie hebt met je partner of wat dan ook. <laughs> uh, ja, ik ga daar zo meteen die linken ja, wel leggen hoor, maar ja, man, uh, leuk. ja, de helikopterview krijgen weet je wel. Dus even, ja. misschien even een paar keer goed ademhalen, even kijken wat is de situatie nu, wat zijn mijn prioriteiten. Um, en vanaf daar beslissingen gaan maken Het vinden van een goed bedrijf voor tuinmaterialen En de aanleg van de tuin kan echt fucking veel hoofdpijn zijn Maar Lars en Engel van tuinmaterialen.nl Doen dat gelukkig eventjes anders mm -hmm. Als je vandaag een offerte aanvraagt Bij tuinmaterialen.nl Staan ze al binnen twee dagen voor de deur om opmetingen te doen En is de offerte daarna akkoord Dan leveren ze ook meteen al het materiaal op van de stoeptegels en de schutting tot de overkapping. Het is maar net wat je wil. En daarnaast verzorgen zij ook de vakmensen voor het aanleggen van het hele project. Dat scheelt jou bizar veel management en hoofdpijn. Tuinmaterialen.nl ontzorgt dus volledig bij zowel het inspireren, het realiseren... als het organiseren van jouw droomtuin. En wij hebben iets moois, want de mannen hebben nu een giveaway... voor een gratis tuin van 5000 euro. Hey, dat is big hey. shit. Wil jij zonder zorgen een dikke tuin deze zomer? Klik dan op de link in de beschrijving en doe mee aan de giveaway. Kan je dat op zo'n moment bewust nog doen, beslissingen maken? Van is het dat je iets zo vaak getraind moet hebben dat het automatisch gaat? Want ik kan me voorstellen dat je ook dingen vergeet door die tunnelvisie, door die, ja. weet je wel, als een, om het een beetje te vergelijken van de stress die je dan een klein beetje vaart. Ik heb wel eens met een presentatie gehad op school, vond ik spannend, ja. voor 200 man. Dan merk je ook een beetje dat tunnelvisie. Dat ja. is natuurlijk een hele andere situatie, maar daar merkte ik de dingen die ik niet geoefend had, of die ik moest onthouden, ja. gaan allemaal de deur uit. Ja, ja dan val je terug op uh, wat jou is aangeleerd, val je ja. terug op bepaalde gewoontes. En dat kan je jezelf aanleren. Dat kan je zelf gaan trainen. Hè. Binnen Defensie zit het, uh, of ook wel andere organisaties heet het, SOPs. Ja. Uh, Standard <tie> Operating Procedures. Hey. Ja, maar ook binnen bedrijven uh, komt het wel eens voor. Dat, uh, ze geven het dan een ander naamje, Maar dat zijn eigenlijk, wat doe ik als alles faalt? Waar val ik dan op terug? Wat zijn dan de basisprincipes uh, waar we nooit van afwijken? Ja. Uh, en dat noemen ze SOPs. En wij hadden ook SOPs. Uh, en natuurlijk, training helpt daarbij. Um, maar ja, het begint eigenlijk met de basis. Hoe, hoe, hoe zit ik fysiek en mentaal in elkaar? Um, dus daar kunnen we het ook over hebben. Maar um, daar begint het eigenlijk bij. Hoe, hoe, hoe schokbestendig ben ik? Hoeveel kan ik hebben? Um, ja, je moet een plan hebben natuurlijk. Uh, en als je stress ervaart, hoe ga je daarmee om? Ja. Uh, maar uiteindelijk val je terug op toch je gewoontes die, uh, ja, die je zelf hebt aangeleerd. Ja. En Je gaf al aan hè, dat de hoogste stress was een 9 uit 10. Kan je een moment herinneren in je carrière dat je zegt van dat is een 10 uit 10 geweest voor mij? Dat ik het wellicht niet onder controle had? Of is dat nooit voorgevallen door goede training? Ja, kijk, waar ik van stress van krijg... is het niet con controle hebben over een situatie. Dus dat ja. geeft mij veel stress. En dat weet ik. Um, kijk, in een vuurgevecht is uh, hoog kinetisch gehalte. Zeg maar, maar daar heb je enigszins nog controle over. <coughs> en daar ben je ook voor getraind. En sterker nog eigenlijk... en dat klinkt heel raar... Hè, maar als militair wil je ook graag een keer zo'n situatie meemaken... om te kijken hoe je reageert. Ja. Dus tuurlijk, het is, uh, je bent bang. Uh, je hebt angst, je hebt stress... Maar aan de andere kant is het ook, ja, het is eigenlijk een mooie ervaring. Want je leert er heel veel van. En ik heb er ook echt ontzettend veel van geleerd van dit soort situaties. Maar een van de situaties die voor mij erg stressvol waren, dat is dan weer bij de BSB. En de BSB, um, Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, is een speciale eenheid van de marechaussee. C. En de core business eigenlijk uh, van de BSB is het persoonsveilig uh, in hoge risicogebieden. Dus uh, vaak in burger, onopvallend, onder de radar. En... We waren een keer in een uh, zeg maar, hoog risicogebied en ik moest daar iemand beveiligen. Oh. Um, we reden met gepanzerde auto's door echt tot het centrum van een stad. Um, en ik zag uh, een kindje lopen met ik uh, 5, 6, een jongetje, met allemaal eieren. Um, prima. Uh, maar het kindje kreeg een soort epileptische aanval, denk ik, een soort seizure, een soort uh, mm -hmm. toeval. Uh, die viel om, <coughs> die begon te trillen, uh, al die eieren natuurlijk op straat. En wat heel vervelend was voor mij, was van iedereen liep over of stapte gewoon over hem heen en liep gewoon door. Ze stond er stond zelfs een agent naast, een politieagent, lokale politieagenten, die keken gewoon naar en ja, die, die, die deed niks. Mm. Mensen stapten over hem heen, Terwijl het jongetje echt hevig lag te schudden. Um, en ik kon ik niet direct zien, is hij nou een levensgevaar of niet. Hè? Met een elliptische aanval kan je ook niet zoveel doen, anders dan iemand zijn ademweg vrijhouden. vrij ja. houden. Um, het probleem is, ik ben opgeleid als special forces medic, dus ik kan uh, best wel wat medisch handelen. Je? Met name in situaties die niet veilig zijn, maar ook in zo'n situatie kan ik echt wel iets doen. Maar dat kon ik dan met niet doen, omdat ik verantwoordelijk was voor degene die uh, achterin mijn gepanzerde auto uh, zat. En dat was mijn missie. Uh, en dat is de prioriteit. En eigenlijk <coughs> op dat moment kon ik, dat heel, kon ik heel snel schakelen. Kijk, ik zie het. Heel vervelend. We hebben het ook even heel kort in gehad over een auto. Maar we kunnen hier niet stoppen, want dan komt de veiligheid van die persoon achterin in gevaar. Ja. Maar achteraf gaf dat met mij dus stress. Van uh, ja, eigenlijk had ik wat kunnen doen. Hoe is het met het jongetje gegaan? Dat weet je natuurlijk niet. Hmm. Dat, dat soort situaties is natuurlijk niet zo kinetisch als het voorbeeld wat ik net schetst. Um, maar dat is een situatie die mij dan weer stress geeft omdat ik dagelijks geen controle over die situatie heb. Ja. Ja. Ik heb de kennis en vaardigheden om, om in dit geval hè de jongetje te helpen, alleen het kon ik niet doen omdat ja de, de missie bepaalt op dit moment. Ja. ja. En uh, hij noemde de prestatie op. Nou, ja. ik, ik ben bijvoorbeeld uh, vroeger toen ik ging voetballen mijn Meest zenuwachtige momenten waren eigenlijk voordat ik ging voetballen. Ja. Maar als ik eenmaal bezig was, dan, net als jij, je bent op missie, maar dan ben je bezig. Ja. Merkte je dat zelf ook dat de meest stressvolle momenten eigenlijk in de voorbereiding zaten? Ja, absoluut. Kijk, als jij weet dat er iets gaat gebeuren, en het kan zijn een examen, het kan zijn een belangrijk zakelijk gesprek, het kan dus een sollicitatiegesprek zijn, uh, voetbal, uh, presentatie. Um, wat je gaat doen, wat we als mensen doen, we vullen zeg maar, de unknowns, de gaps, vullen we altijd in met. Allerlei rifscenario's. Ze zijn wel geprogrammeerd vanuit de, de, de oertijd. Um, oh, dit kan fout gaan, dit kan fout gaan, misschien lukt me dat niet, misschien uh, pas ik de, de bal niet goed door, uh, misschien sla ik helemaal dicht. Het zijn zaken vaak die helemaal niet gaan gebeuren. 99% van die zaken die gebeuren niet. Maar je maakt je in je hoofd druk om zaken. Wat gebeurt er dan? Onbe het onbewuste uh, stressreguleringssysteem wordt gewoon geactiveerd. Uh, dat, uh, ik zal het zo wel uitleggen, maar je hebt een soort gaspedaal en een rempedaal. Ja. Ja, onbewust ga je dat gaspedaal een klein beetje indrukken. Dus wat gebeurt er? Je hartslag gaat omhoog, je gaat zweten, je krijgt een droge mond, je gaat misschien een beetje trillen, ademhaling gaat omhoog, je komt misschien niet goed uit je woorden. Uh, helemaal al dat soort lichamelijke reacties ga je krijgen. Nou, er zijn heel veel tools voor om dat stressniveau gewoon terug te krijgen naar een acceptabel niveau. Hmm. En afhankelijk van hoe, hoe je druk je maakt, op een gegeven moment kun je misschien ook zelfs geen rationele beslissingen meer maken. En, en in die situatie wil je natuurlijk niet komen. Dus je wil altijd. Stress is goed. Hè. Stress is ook niet per definitie. Het heeft natuurlijk een hele slechte uh, naam. Mm -hmm. Maar stress kan heel goed zijn voor een wedstrijd. Perfect voor een presentatie. Heel goed voor een vuurgevecht of een andere leesbeleggende situatie. Ja, graag. Heel ja, veel stress. Ja, ja. Maar wel tot een bepaald niveau. Functioneel. Ja, dat je nog wel kan functioneren, rationele beslissingen kan maken en nog steeds uh, ja, kan blijven nadenken. Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd. Wat ik me afvraag, je zegt net zelf, hè, je krijgt stress als je geen controle hebt op de situatie. Ja. Nou, voor de gemiddelde burger, uh, zo zou ik er ook naar kijken. Zo zou ik denken, ja, als ik uh, uitgezonden word in bijvoorbeeld Uruzgan... Ik zou eigenlijk denken en in welke mate dat echt kan. Hè? Er kan elk moment een bom vallen, elk moment kan er een, schiet, een, een vuurgevecht uh, ja. ontketenen. Er zijn heel veel dingen waar ik geen controle op heb eigenlijk. Hij ja. ja. benoemt net dan een kind dat een seizure krijgt ja. en je kan er niet op handelen. Ja. Hoe manage je dan dat hele stuk waar de meeste mensen al van zouden zeggen ja, maar dan heb ik al geen controle? Ja, je, kijk, uh, je hebt zoiets als de cirkel van invloed. Hè? Mensen die uh, Stephen Covey uh, ja. hebben gelezen. Um, en dat is natuurlijk gewoon zo. He. Je hebt maar je kan maar invloed uitoefenen op alle op de zaken die binnen jouw cirkel van invloed liggen. Uh, en die zaken dat er een raket ergens inslaat, heb jij geen invloed op. Dat gebeurt als een feit. Het, is, het gaat puur om: hoe reageer je daarop? En daar heb je invloed op. Ja. Um, dus focus je op de zaken waar je invloed op hebt. En als het goed is, geeft dit jou, dat jou minder stress. Ik heb ook wel eens een boek gelezen van iemand die is heel lang krijgsvangende geweest, iets van 16 jaar, maar in Vietnam. Um, en ja, die moesten leven op drie vierkante meter, en dat was zijn uh, domein. En om niet, om niet gek te worden, om niet compleet door te slaan, bracht hij gewoon voor zichzelf structuur aan op die, op die vierkante meter. Dus het was gewoon een ochtendroutine, het was een, een avondroutine. Alles was gewoon netjes, pik en span. Um, dus als je ergens controle over hebt, je hebt altijd ergens controle over. Al is het maar alleen maar je ademhaling, ja. of als het alleen maar die vierkante meter zorgen dat uh, daar een soort van een structuur in zit. Uh, je dagroutine is. Dat is, dat is aan jou. Weet je, um, dus zorg dat je structuren aanbrengt. Uh, je, er is altijd ergens waar je controle over hebt. Maar kijk wel binnen die cirkel van invloed. Alles wat daarbuiten ligt, daar heb je geen invloed op. Daar kan je heel erg druk over maken. Dat gaat je waarschijnlijk stress geven. Maar accepteer dat, dat, dat bepaalde zaken gebeuren. Maakt niet uit onderneming, uitzending, uh, privé. Uh, maar het gaat erom hoe je erop reageert. Uh, focus je daarop, want daar heb je namelijk wel controle over. Voor veel ondernemers is het lastig om gelijkgestemden te vinden. Dat is zelfs voor een groot deel de reden dat wij deze podcast ooit zijn begonnen. Hè? Het vinden van lotgenoten is niet altijd eenvoudig. is niet heel gek. Hè? Het vinden van ondernemers die net als wij in de weekenden werken met een glimlach om 7 uur ochtends in een ijsbad gaan zitten. Ja, dat is niet heel normaal. Dat kan nee. ik ook begrijpen. En dan kun je natuurlijk naar netwerkevenementen gaan. Maar ik merk dat dat er toch best vaak bij inschiet als je heel druk bent en met dingen bezig bent. En daarom heeft Martin Wijnen van Grow Coach Business iets gaafs bedacht. Hij organiseert samen met Mero Vermere. Die kennen jullie wel. 19 en 20 juni, een tweedaagse confrontatieretreat in Zeeland. En bij deze tweedaagse ga je echt in contact komen met gelijkgestemden en leer je jezelf op een dieper niveau begrijpen. Ze dus gaan samen met nog een aantal andere experts diep in op zowel mentale als fysieke uitdagingen, de verbinding tussen mannen en vrouwen. En er zijn workshops gericht op jou, die ervoor zorgen dat je een keerpunt bereikt in zowel je persoonlijke als in je businessleven. Dus niet nog meer cursussen en educatie, allemaal dat soort dingen. Nee, gewoon. Waardevolle informatie met goede implementatie. En je kunt je nu gratis aanmelden voor de wachtlijst van maximaal 30 ondernemers via de link in de beschrijving. Ik vind het wel mooi. Dus dat jij krijgt eigenlijk dan stress op het moment dat je zo'n jongetje ziet. Omdat jij kunt erop handelen binnen de cirkel van controle die je hebt. Ja. Alleen is dat op dat moment niet. Binnen de mogelijkheden die er zijn. En dat creëert voor jou dan stress. Ja. En dat vind ik wel interessant. Want als je dat ook doortrekt naar ondernemen. Is dat inderdaad. Maak je niet druk om wat een concurrent doet. Of dingen waar je geen focus op hebt. Het nee. enige waar je je dan druk om kan maken. Is oké. Okay, wat ligt er binnen mijn cirkel. Ja. En ben ik daar niet goed op voorbereid. Ja dat kan dan een maat van stress zijn. Want dan heb ik dus blijkbaar iets niet goed gezien. Ja absoluut. Ja, ook als ja. je op je eigen onderneming. Ja 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 ja, ja mooi. Ja. Ja, want dat is, daar, daar wil ik eigenlijk een doorstap naar maken. Ja. Hè? Want heel veel mensen die het luisteren zijn ondernemer of willen gaan ondernemen. Die krijgen toch regelmatig ook met best wel een mate van stress te maken. Ik vond het wel mooi wat jij zei van um, als jij op een uitzending bent, ben je eigenlijk continu in een mate van een vier qua stress. Wat ik me ook goed voor kan stellen, ja. want ja, je bent wel gewoon continu in oorlogsgebied. Um, ik kan me voorstellen dat op een Hele andere manier dan een oorlogsgebied, maar voor ondernemers dat soms ook voelt. Ja. Je bent eigenlijk continu onder een bepaalde druk. Het stopt ja. niet. Er is altijd een bepaalde mate van stress. En daar moet je toch echt mee leren omgaan, want ja. anders eindig je zoals veel mensen in een soort van uh, ja, burn-out, ja, depressie. Dan wil ik eigenlijk een beetje inzoomen van. om mensen te helpen die dit kijken. wil ik eigenlijk eerst een stukje kijken. je noemde het net al een beetje. van hoe zit dat nou met dat fysieke gedeelte van je lichaam? Van hoe reageren we nou eigenlijk op stress? Ja. Want je zei al, je hebt een gaspedaal en een rempedaal. Ik denk ja. dat heel veel mensen dat niet doorhebben, dat we door de dag heen. Ik heb zelfs zo'n Aura-ring. Daarmee okay. trek je ook je hartslag wat in de een beetje net. Ja, ja en ja, ja. soms zie ik dan staan, dan, dan, soms ben ik in een verhitte discussie met hem. En dan kijk ik in die app, dan staat er relaxed. Okay. Maar dan bijvoorbeeld in een podcast, als ik hem om heb, heb ik altijd een heel erg verhoogde hartslag. En staat okay. er van je bent in een stressvolle situatie. Ja. Terwijl ik dat nooit zo op die manier aan elkaar zou linken, zeg maar. Nee. Dus kun je ons daar een beetje in meenemen van. Hoe reageert dat lichaam dan op stress en wat doet dat met je lichaam? Nou ja, wat jij zegt: je hebt, uh, over bepaalde zaken heb je geen invloed. Hè? Dus het nee. autonome zenuwstelsel, uh, die bijvoorbeeld uh, je hartslag uh, uh, aanstuurt, of je ademhaling, of je bloeddruk, ja, daar heb je direct geen controle over. Ik zeg bewust ja. direct. daar komt er later op terug. En dat, dat stressreguleringssysteem dat valt onder het autonome zenuwstelsel. Um, je hebt een sympathisch deel, dat is zeg maar het gaspedaal, en je hebt een parasympathisch deel. Je ja. moet altijd enigszins in balans zijn, dus het kan niet één een of het ander zijn. Uh, maar als bijvoorbeeld het gaspedaal wordt ingedrukt, uh, uiteindelijk moet je ook weer uh, een tegenwicht kunnen bieden met die, met, met die rem. Hè? Um, dus als jij uh, een stressvolle situatie hebt of je maakt je druk om iets, dan, dan wordt constant een beetje dat rempedaal onbewust ingedrukt, Daar heb je eigenlijk geen controle over. Dus je ervaart stress omdat je hartslag gaat omhoog. Uh, dat zijn echt gevolgen van stress. Ademhaling gaat er wat omhoog, dat ik zei, je zweet, droge mond. Um, ja, je kan misschien geen goede beslissingen maken omdat je gewoon je druk, jezelf druk maakt. Je uh, zult op een gegeven moment dat, die, dat gaspedaal, of sorry, de, die rem moet je kunnen activeren. Uh, hoe kan je dat doen? Sporten misschien, uh, ademhalingstechnieken. Uh, ga wandelen, ga uh, hardlopen, ga uh, uh, een goed gesprek aan met iemand. Uh, uit eten. Uh, ja, dat zijn misschien uh, zaken waarbij jij dat, dat rempedaal wel eventjes in kan drukken, zodat de boel weer in balans komt. Ja. Het is niet goed om... Compleet alleen maar de rem in te drukken. Het is niet goed om alleen maar de gaspedaal in te drukken. Er moet altijd een bepaalde mate van balans uh, in zijn. Maar je hebt dus geen controle direct niet over uh, het gaspedaal. Nee. Kun je daar wel indirect controle over hebben? Of in ieder geval enigszins invloed op uitoefenen? En zo ja, hoe doe je dat precies? Ja, er zijn verschillende zaken die je kan doen. Uh, waar ik een heel erg fan van ben, wat ik ook zelf echt heb ervaren, zijn bepaalde ademhalingstechnieken uh, die je kan toepassen als je bijvoorbeeld nu direct uh, acute stress hebt. Ja. Ja, dus um, er gebeurt iets, of je krijgt een uh, vele telefoontje, uh, en je merkt gewoon: alles gaat ineens. Weet je, we kennen allemaal dat gevoel: uh, knopen in je maag, hartslag omhoog, ademhaling gaat omhoog. Alsof iemand bijna je, je strot dichtknijpt. Dat gevoel heb je letterlijk, want je gaat heel hoog ademhalen. Terwijl je juist vanuit de buik willen ademhalen. Ja, op zo'n moment uh, kan je een bepaalde ademhalingstechniek gaan toepassen. Om maar gelijk concreet te maken, uh, we hebben verschillende namen. Binnen het heet het natuurlijk Tactical Breathing, om het een beetje een mooi naamje te geven. Ja, ja. Het zijn gewoon ademhalingstechnieken die gewoon al bestaan zijn, maar ik geef er een naampje aan. Uh, waar ik een fan van ben is de 4x4x4x4 methode. Ja. Wat je doet, je ademt vier seconden door je neus in, waarbij je eigenlijk uh, visualiseert dat je je buik opblaast als een ballon. Dan hou je je ademhaling vier seconden vast, blaas je weer vier seconden uit door je mond alsof je die ballon weer uitblaast en dan hou je hem weer vier seconden vast. Nou, ik zeg nu vier seconden. Uh, dat komt niet zo precies. Kijk wat voor jou werkt. Ja. Ja, dus drie seconden, of je moet het ook niet geforceerd gaan doen. Maar die ademhalingstechniek, past die toe, misschien uh, half een halve minuut of een minuut. En je merkt gewoon, je alveert letterlijk je, je aantal ademhalingen per minuut. Dus je dwingt je lichaam om die hartslag omlaag te krijgen. En je dwingt jezelf om dat, die lichamelijke reacties van stress uh, te beperken. Dus indirect uh, heb je daar dus wel. Um, controle over. Ja. Oh, mooi. Ja, ja. Box breathing wordt dat volgens mij ook Ja, box genoemd. breathing, ja, 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 zeker. Ik ja. 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 heb ook eentje van een uh, welbekende video van Andrew Huberman, ja. uh, waarin hij uh, geeft, aangeeft van oké, okay, als je ook je stress wil verlagen, moet je twee keer inhaleren, ja. en lang uitademen. Ja. Is dat ook gewoon, zo, ja. kan het zo simpel zijn? <coughs> het is zo simpel, ja absoluut. Er zijn denk ik wel honderden verschillende ademhalingstechnieken uh, Tony Robbins heeft ook. Heeft ook ja, uiteindelijk komt het neer op het uh, reguleren van je ademhaling. Uh, en hoe je dat doet. Dit is een voorbeeld. Dat uh, is een voorbeeld. Um, kijk, als je in een moment zelf zit. Bijvoorbeeld, je moet. Uh, mijn situatie je moet misschien. Je moet gaan reanimeren re bij iemand. Dat is een hele stressvolle situatie. Mm -hmm. um, dan kan je natuurlijk niet tijdens dat je aan het reanimeren bent. kan je dit soort oefeningen gaan doen. Maar je bent wel mega gestrest. Maar je, alleen uh, al door heel lang uit te ademen. En het misschien eventjes kort vasthouden. En dan weer inademen en weer. Uit te blazen, dat noemen ze dat is de prolonged exhale. Ja. Hele boeken vol van geschreven. Alleen dat al gaat je dus, uh, je trakteert je hersenen als het ware op zuurstof. Um, alleen dat al zal je stressniveau misschien van een 10 naar een, naar een 8,5 of een 8 brengen. Ja. Waardoor je dus weer beter om je heen kan kijken, minder tunnelvisie hebt ja. en je kan rationele beslissingen maken. Dus, ja. Ja, er zijn verschillende technieken voor, dit is er eentje van, maar er zijn waarschijnlijk wel honderden. Ja. Ja. Mooi, ja, ja. ja, ik doe dit tegenwoordig ook veel. Uh, ja. ochtends probeer ik het te doen om de dag ja. gewoon vanuit de ontspanning uh, ja. te beginnen. Maar inderdaad ook tussendoor. Ik merk het ook wel. Ik doe het nog te weinig. Maar inderdaad, soms hang ik een telefoontje op. Nou, ik heb vaak genoeg dat ik bij jou dan aan de telefoon hang. Hier in mijn emotie. Okay. Dan moet ik eigenlijk dat even doen. En dan ben je, heb je weer meer die overzicht. <laughs> Specifiek zeg maar. ook met Koen. Ja, omdat ja. hij natuurlijk mijn co-founder is. Dus dan ben ik weer uh, ergens over gefrustreerd. <laughs> ja. Dus hij de eerste met wie ik het moet, uh, moet wenden. Ja, snap ik. Ja. Ja. En dan gaat mijn ademhaling ook omhoog ja, ja. ja. Nou, Allebei ja. dan uh, individueel die ademhalingsoefeningen toepassen en dan ga uh, ja, ja. je ja. weer ja. gewoon normaal met elkaar praten. Ja. 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 Dat is ja. het beste. Ja. Ja. Dat is De controle echt... over zeg maar, je, je emoties, over je gedrag, weet je wel. Dat is, dat is ook een vorm van dat je mentaal sterk bent. Ja, ja. Zeker. ja. zeker. Is het iets waar jij zelf ook een soort van um, routine in hebt op een dagelijkse basis? Of doe je het echt wanneer je stress ervaart? Ja, dus ik uh, mediteren is denk ik iets, een heel goed iets. Het was natuurlijk altijd heel erg zweverig. Um, en ik doe het ook niet absoluut op dagelijkse basis. Soms doe ik het misschien onbewust. Voor mij is bijvoorbeeld uh, naar de gym gaan ook een vorm van meditatie. Ja. Ik heb dan geen muziek. Ik probeer zo min mogelijk op mijn telefoon te zitten. En ik ben gewoon echt helemaal in het moment. En dat is gewoon heel basic. Gewicht heffen. Uh, <laughs> ik pak een gezwaar gewicht op. Ik zet hem weer neer. Ja. Dat is voor mij ook een soort vorm van meditatie. Dus ik ben... Uh, je hebt natuurlijk zoveel apps. Je. Als je het echt wilt, dan, dan kan je ook echt wel mediteren. Pak die vijf minuten per dag. Uh, maar ga je bijvoorbeeld door een hele stressvolle situatie... Nou, dan raad ik dat aan om te doen. Um, ik heb de afgelopen dagen niet bewust gemediteerd. Maar um, ik zeg, als ik sport en dat doe ik toch wel vier, vijf keer per week, is voor mij een vorm van meditatie. Dat werkt voor mij heel goed. Ja. En ik hoef dan niet extra nog eens keer uh, op de bank of op bed, of misschien in mijn auto bepaalde ademhalingsoefeningen te gaan doen. Nee, nee. En als je, want dat merk ik heel erg. <coughs> mediteren is toch best wel vaak wat meer passiever, om het zo te noemen. Hè? Ik merk dat ademhalingsoefeningen voor mij veel beter werken om tot ja. rust te komen. Omdat ik. Ik heb ook ADHD. Als ja. ik soms alleen meditatie doe, dan zit ik na een kwartier zit ik echt ergens aan een andere planeet. Uh, ja. Een beetje in mezelf te okay. spelen ja. Met ademhalen heb ik iets waar ik op kan focussen. En dan ja. kan ik daarmee aan ankeren. Ik had het combineren misschien. Hè? Dus sommige meditatievormen zijn natuurlijk ook. Gecombineerd met ademhalingstechnieken. Ja, ja. Mm -hmm. ja, ik heb dat wel een tijd ja. gedaan, dan deed ik een uur lang uh, niks op aanraden van, uh, van Jur en Miro. Ja. Nou, die ook hier uh, vandaag ja. doen we natuurlijk een serie rondom hard times daar ja. ja, veel te maken mee Dat is zeiden ze doe gewoon één keer in de week een uur. Ja. En dat vond ik wel heel bijzonder. Dat ik toen voor het eerst eigenlijk had dat ik een kwartier of zo echt gewoon op mijn ademhaling oefende. En op ja. een gegeven moment liet ik dat los. Ja. En dat ik echt mezelf er wel op betrapte dat ik gewoon twintig minuten soms gewoon niks deed of dacht. Oké. Okay dat toen dacht ik wel van ja dat is wel echt een ja rustmoment. even een soort reset van jezelf weet je ja ja, ja. ja wat uh, ik ben wel benieuwd uh, ik heb dat ook een aantal keer gedaan maar ik had het probleem ik viel dan in slaap ja je bij moet recht op zitten ik zat zo man ja. zo dan maar kan je niet in slaap ik ben man. dus benieuwd Als ik ging liggen was ik ook weg ja nee, precies snap ik ja, ja, dan ben ja. Ik, ook weg. ik ben benieuwd bij jou van uh, dan doe je een uur mediteren. Dat is anders dan vijf minuten, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat is veel langer. Ik heb het echt al lang niet meer gedaan, hoor. Nee. Maar nou, ja. ik heb het wel eens gedaan. Ja, hoor. maar wat merkte jij dan van, van echt een uur? Merkte je, wat merkte je in de uren daarna en de dagen daarna? Goeie vraag. Uh, kijk, direct daarna merk je een stuk meer rust. Dus uh, je bent minder... Ik merk, ik ben heel reactief als ik hoog in mijn stress zit, zeg maar. Dus dat gebeurt, dat ja. gebeurt. Je bent tien dingen tegelijk aan het doen. Ja. Dus dat heb je minder. Dus je hebt die helikopterview eigenlijk, zoals je dat ja. noemde. Hè. Dat heb je veel meer. Maar ja, aan de andere kant. Ja, ik had wel als er daarna op dat, als er een half uur later iets gebeurt. wat het weer omhoog tikt. Ja, dan ben, kan ik vrij snel wel van mijn gevoel weer terug naar waar ik was. Oké. Dus ja. dat uh, ja. ik had, in ieder geval, ik heb ik niet actief gemerkt dat ik heel lang ontspannen was. of zo. Dat idee heb ik wel meer met ijsbaden bijvoorbeeld. Ja. Ik doe nu de, vrij regelmatig drie, vier keer in de week ochtends een ijsbad. Ja. En ik merk wel, zeker als het echt goed, goed koud is echt rond de nul graden ja. daarin adem je natuurlijk ook heel bewust, ja. want anders gaat je lichaam het niet trekken. Dat ik dan de rest van de dag wel veel ja, gefocuster en relaxter ben of zo. Ja. En ja, of je het moet dat kijken wat komt. voor jou werkt. Hè? Denk ja. ik. Het, uh, er zijn zoveel technieken om de uh, om stressniveau te verlagen. Uh, ja. um, om wat je zegt, uh, niet meer reactief te handelen, maar misschien proactief uh, erin te staan. Um, ja, kijk wat voor jou werkt. Ja. Heel eerlijk, hè, ben ik, even heel ik heb nog nooit een ijsbad gedaan. Nee. Ik, uh, <laughs> Wel aan te raden. Hoor. Ja, dat weet ik. Alleen, ja uh, <laughs> hou gewoon niet van kou. <laughs> dus, dat is het idee. <laughs> nee, <en> ik, <laughs> nee, ja, dat, dat, ik moet het een keer gaan doen, ja. absoluut. Maar kijk, ik weet ook... Uh, ja, goed, lekker uit mijn comfortzone. Ik doe ook wel andere dingen uit mijn comfortzone. zone. Ja. Uh, dat geloof uit... ik ook wel, dat jij genoeg <laughs> dingen buiten je comfortzone zone <laughs> <Ja. gedaan> hebt. <laughs> nee, ik moet gewoon kijken wat, wat voor werk voor jou, weet je? Ja. Absoluut. Ik ga zeker een keer een ijsbad doen. Waarschijnlijk word ik gewoon gedwongen door iemand om dat te doen. En, ja. en Dat is ook alleen maar goed, weet je wel? Um, verschillende manieren om uit je comfortzone te gaan. Maar kijk wat voor jou werkt, denk je. Dat is gewoon ja. heel erg belangrijk. En er zijn zoveel verschillende technieken. Of, kijk, ijsbad is nu, uh, de laatste jaren, helemaal, helemaal een hype. Een een hype. Ja, ja. Helemaal goed. Um, ik heb het nog niet gedaan, maar als het voor jou werkt, blijf het doen, weet je wel. Goed, Ik ja, ja. ja, ja. ja. ben wel benieuwd dan, want uh, eh, ijsbaden, mediteren, ademhaling. heeft allemaal wel te maken met uh, focus op het nu. Ja, um, merk je dat dan bijvoorbeeld ook in de missies die je hebt gedaan? Van ja, je moet toch wel vaak ook met de toekomst bezig zijn. wat juist ook wel weer stress veroorzaakt. Zeker, alleen op situaties, in de situatie die, uh, die dat. Uh, Misschien leesdreigend zijn, dan moet je echt in het, in het nu kunnen zijn. Uh, in het moment kunnen zijn. En dat uh, je niet alleen nog mis je, maar denk überhaupt in je leven. Uh, <tosses> hoeveel mensen gaan niet bijvoorbeeld niet uit eten en dan kijken ze om me heen. En dat is niet altijd zo, maar mensen zitten of op een telefoon. Weet je. Nee, zet, leg even je telefoon zet hem uit. En wees even in, in het moment. Weet je. Als het goed is, gaat je dat meer geluk geven en kan je diepere gesprekken voeren. En, je, het is niet alleen zo op een uitzending dat je, dat je in het moment moet zijn op, op, op het moment dat de situatie daarom vraagt. Pas het gewoon uh, op momenten toe, weet je wel. Um, natuurlijk moet je soms bereikbaar zijn, maar je kan ook echt gewoon een keer je, een uur de telefoon uitzetten en in het moment zijn, weet je wel. Mm -hmm. Met je partner, met je familie, met wie dan ook, met je vrienden. Uh, en dat gebeurt te weinig, denk ik. Waardoor je echt, weet je wel, tot een soort diepere, diepere laag komt. Ik ben wel ja. heel benieuwd. Ik had toevallig gisteren een, uh, een ondernemer gesproken die uh, zijn bedrijf deed uh, 100 miljoen plus omzet anderhalf jaar geleden. En die zijn nu failliet. Uh, ja. nou, die heeft daar heel veel gezeik en allemaal dingen bij gehad. Nou, je hoort dat soort verhalen hoor je vaker. Ja. Daar komt enorm veel stress bij kijken. Ja. Nou, wat jij zegt is 100% waar. Hè. Je moet soms momenten van rust inplannen. Voor heel veel ondernemers is dat lastig. Ik ben benieuwd of je een paar tips kunt geven voor ondernemers die een hele stressvolle situatie zitten door een overname of een faillissement of iets anders dat ja. speelt. Hoe jij dat gedaan hebt in de tijd dat jij een uitzending had. Want ja. dan ben je eigenlijk ook continu in een stressvolle situatie. Maar daar zul je waarschijnlijk ook momenten van ontspanning moeten inplannen. Hoe ja, deed absoluut. je dat op dat moment? Ja, kijk, het begint echt bij de basis. En dit is, is een inkoper. Maar zorg dat je fysiek en mentaal uh, in orde bent. Dus ga sporten, ga zware gewichten verplaatsen. Ga af en toe wat cardio doen. Doe push ups sit-ups, uh, pull-ups. Je you can never go wrong with the basics, dat is het. Dus ga sporten en blijf sporten ook vooral tijdens juist momenten van crisis. Maak dat uurtje vrij. Als maar drie keer per week weet, je, dat is voldoende. Uh, eet goed. Ja, basis, nogmaals, maar dat is echt belangrijk. Dus ge fysieke gezondheid, mentaal. Dus uh, praat met mensen. Uh, als je daarmee begint, dan, dan uh, heb je een sterke basis om, dat je, ben je meer schokbestendig, ben je meer weerbaar, kan je dus ook meer hebben. Ja. Um, en probeer dus ook bijvoorbeeld elke ochtend als jij, je hebt zo'n stressbucket. Die kan uh, zeg maar van 90% vol zijn. En als er dan ietsje gebeurt, die 10% is, kan de, de bucket overlopen, de emmer. Ja, dan ben je of uh, flip je gewoon gelijk van 0 naar 100. Of er gebeurt iets, of je slaat helemaal dicht. Ja. Zorg elke dag voor dat die, die emmer van stress zo laag mogelijk is. En dat kan je doen door, door middel van meditatie. Dat kan je doen om s ochtends om 6 uur op te staan en lekker te gaan sporten. Afhankelijk van wat jouw ochtendroutine is. Dus daar begint het echt mee. Het tweede is wat ik heb geleerd. Is uh, weet je, voor alles is altijd een oplossing. Uh, alles, dus in het leven, welke, welke problemen je ook hebt, um, uiteindelijk komt er altijd een oplossing voor. En dat is misschien niet altijd de oplossing die je wil. Maar als jij een proactieve houding hebt, dus jij, uh, en het heeft te maken natuurlijk met je persoonlijk leiderschap, is natuurlijk een populair woord, maar ja. als jij jezelf uh, een leiding geeft aan jezelf, uh, en je staat er proactief in, dan gaan mensen op jou reageren. Weet je? En als jij niets doet, dan gaan mensen uh, de leiding over jou nemen en dan word jij geleefd. Ja. Um, dus ook in zo'n zo crisissituatie. Als je fysiek en mentaal in orde bent, uh, je zorgt voor structuur, weet je. je kijkt uh, um, wat de prioriteiten zijn. Dus er zijn waarschijnlijk 30, 40 dingen die je moet doen op een dag. Maar pak daaruit de belangrijkste top 3 of top 5 en ga daarop focussen. Uh, en ga dan ook vol in. Ja. Weet je? En maak beslissingen, wees proactief. En het is beter, dan een, beter een slechte beslissing te maken dan geen beslissing. Um. Want soms heb je ook misschien niet alle informatie, maar je zal toch een beslissing moeten maken als, uh, als CEO of als, ja. als, als, als manager. Uh, en ook in, als leider in, 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 een, in een gevechtssituatie, een oorlogssituatie. Vaak heb je niet die volledige situational awareness. Heb je misschien maar de helft van de informatie die je zou willen. Maar je moet wel een beslissing gaan maken. Anders ja, ga, gaat de, de situatie jou dicteren. Je wilt ja. het andersom gaan doen. Ja. Dus ook in die tijden van crisis. Uh, blijf structuur houden. Blijf sporten. Blijf goed eten. Echt serieus. Dat gaat je echt helpen. Uh, Onthoud voor jezelf. Weet je, er is altijd een oplossing voor. En die zie je nu nog niet. Maar die komt er wel. En dat klinkt dan een beetje à la. Uh, Tony Robbins, maar dat, dat, het is echt zo. Ja. Um, en uiteindelijk moet je gewoon een permanente oplossing zoeken voor een tijdelijk probleem. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Een jaar geleden echt? had ik een gesprek met uh, Jurgen Groenige. En uh, ja. toen uh, vroeg hij ook aan mij, van, ja, wat zijn nou echt de fundamentele dingen die bij jou gewoon moeten staan en dan voel je je goed. Ja. Toen zei ik ook gewoon, ja, ik moet gewoon voldoende slapen. Gewoon gezond eten. weet je, Gewoon echt mijn prep meals maken en daar ja. gewoon aan vasthouden. Um, mijn planning, hoe zei je dat nou? Mijn planning, mijn, uh, mijn slaap, ja. mijn voeding. Ja. En als ik die drie dingen gewoon goed heb, dan maakt het allemaal niet zoveel nee, meer ja. uit, weet je ja. wel. Maar dan, dat is echt de basis voor mij. En op het moment dat ik uh, mijn eten niet controleer, uh, uh, veel korte slaap en uh, ik hier geen planning heb, ja, dan merk ik gewoon bij mij na een week is het chaos. Ja. Gaan dingen niet afkomen, ja. uh, dingen gebeuren, maar ik krijg het dan niet mee. Nee. Uh, zelf ben ik minder fit, ben ik afwezig. Dus dat zijn wel echt dingen wat je aangeeft, ja, essentieel. Ja, en het is voor iedereen. Hè. Het werkt ja. voor jou, maar het werkt, dat is echt de basis, echt het fundament. En misschien een open deur, maar start daarmee, weet je dan en ga vanuit daar uh, de wereld tegemoet. Mm -hmm. je, dan kan je gewoon veel meer hebben dan dat je denkt. Hoe ja. kan het eigenlijk, want dat vind ik heel interessant, wat je net benoemde, hè, van dat iemand in een kamp zit in Vietnam, volgens mij, en dat hij terugvalt naar eigenlijk, denk ik, bijna de essentie van wat de mens is, en dat ja. is toch een bepaalde mate van een nuttig voelen. Ja. Dus dus zorgen dat je een structuur hebt. Ja. Toch doen we er als mens stelselmatig zo'n beetje alles aan om maar geen structuur te hebben. We, we, we ja. gaan eten wat we willen, drinken, doen, slapen slecht. Dus, terwijl dat wel hetgeen is wat we vanuit de natuur lijkt het vaak het lekkerst op gaan. En een dier zul je dat nooit zien doen. Een dier dat je loslaat, creëert voor zichzelf een bepaalde structuur. Omdat ja. dat zijn natuur is. Hoe kan het dat de mens daar zo ver van weggedreven is? Dat is toch eigenlijk raar ja ik denk gewoon het comfort wat we tegenwoordig hebben weet je wel uh, ja. we hoeven niet meer uh, te jagen en, uh, en ons eten klaar te maken nee, binnen tien minuten heb je een de, de knop heb je eten in huis weet je als je dat zou willen ja. vaak is het dan ook niet uh, het beste eten um, weet je dus eigenlijk al die basiszaken onderdak water vuur uh, eten um, dus voor ons uh, dat is altijd gewoon standaard ja. mensen die in oorlogssituaties zitten je, die zijn niet, uh, niet bezig met uh, persoonlijke ontwikkeling of creativiteit. Die vallen weer helemaal terug in die basislagen, De piramide van Maslow misschien wel eens van gehoord. Ja. ja, die moeten bezig zijn van, oké, okay, wat, wat moet ik vandaag eten? Uh, hoe kom ik aan mijn water? Want het water is op. Onderdak. Weet je, die zijn gewoon bezig met dat soort zaken. Maar wij in de huidige samenleving <coughs> zijn gewoon heel erg gewend aan um, comfort. Ja. Weet je, alles is super vrijblijvend. Alles is gericht op comfort. Alles is gericht op gemak. Uh, dus dan, daar dan verzaak je heel snel om bepaalde structuren aan te brengen in je dag, omdat ja, het komt toch wel goed, weet je wel. Ja. me niet druk te gaan maken om, uh, waar ga ik zo meteen eten? Mensen in, nu in een oorlogsgebied, die, die zijn er wel mee bezig, weet je ja. Misschien is er geen eten voor de komende twee, drie dagen. Hoe heb je dat ervaren? Dat uh, het heeft er niet heel veel mee te maken, maar dat ja. schiet me nu ineens te binnen. Is de mens, hè, ongeacht welk werelddeel, whatever, je bent natuurlijk op veel plekken geweest... Ja. In de core denk je hetzelfde? Als je mensen helemaal afpelt en in een crisissituatie zit... En, en ziet dat ze terugvallen naar die bodem van de piramide of Maslow? Ja. Wel, hè? Ja, ja. ja weet je. Het, natuurlijk heeft het te maken met factoren zoals cultuur, ge geografie, et cetera. Maar in de basis is de mens hetzelfde. Ja. Ja. ja, ja, ja dat is wel, ja, toch wel iedereen. interessant om te zien. Uh, ja. ja. Kijk, ik heb best wel veel gereisd. Ik zit nu een beetje op zo'n... Uh, bijna 70 landen rond die koers. Uh, ja. Dus ook heel veel verschillende culturen gezien. Uh, ja, uh, ja, Nederland is uh, best wel individualistisch. Hè. We zijn als in samenleving heel erg individualistisch ingesteld. Uh, dat zie je in het verkeer. <laughs> ja, dat is gewoon... ja, mensen zijn er niet meer bewust van, maar het, het, het veer is gewoon heel erg opgefokt. Uh, ja. omdat, en heel veel regels. Uh, heel erg gericht op comfort. En in uh, heel, heel veel landen in de wereld is dat gewoon heel anders. Weet je wel? Ik had het over uh, landen Zuid-Amerika. Uh, mensen hebben daar in onze ogen, zijn dan arm ja Dat is maar net wat je hoe je arm en rijk definieert. Mm -hmm. uh, maar die zijn wel vaak een stuk gelukkiger dan uh, wij in Nederland. Ja. Uh, maar in de basis. Weet je, uiteindelijk in de basis zijn we gewoon gelijk, zijn we hetzelfde. Hoe ja. uh, wat, wat dat boek staat ook daarachter? Het is natuurlijk het evenement Hard Times Unite Strongman. Ja. Maar dat is een beetje geënt ook op het boek Hard Times Create Strongman. Ja. Nou, jij bent in genoeg plekken geweest waar je hard times uh, hebt, ja. zeg maar, mensen die daarin opgroeien. Zie je ook echt het verschil in het karakter van de mensen daar? En specifiek bijvoorbeeld de mannen daar? Want dat hoor je nu heel veel. Hè? Ja. De Endothéids, ja, het Westen is veling, en we zijn allemaal uh, mietjes geworden, want alles ja. is veel te comfortabel. Ja. Zie je dat ook in die andere plekken waar dus de hard times wel zijn? Dat er heel andere karakters zijn? Ja, ik zie dat wel eens. Ja, ja ik zie. Uh, ja, hoe kan ik dat even uh, politiek of zal ik gewoon niet politiek correct zijn? Voor mij hoeft je nee. niet politiek correct zijn. We zijn, zijn. <laughs> ah, nee, zijn gewoon soft geworden, weet je. Uh, ja. en, en, en dat bedoel ik niet gelijk heel in het extreme. Hè? Maar qua karakter nogmaals, we leven heel erg op comfort. Dus ja. word je automatisch best wel soft. Mm. Uh, in bepaalde werelddelen waar gewoon uh, de realiteit gewoon wat harder is dan in Nederland. Ja, zie je gewoon sterkere karakters. Ja. Uh, en dat is niet zozeer man-vrouw, maar dat is gewoon in het algemeen. Weet je, uh, dat zie je als je gewoon iemand in de ogen kijkt. Deze persoon uh, niet, dat iemand, ja, deze persoon is gewoon mentaal sterk. Ja. Uh, of die heeft dingen meegemaakt. Of gewoon situaties zo in het land. Ja, dat, 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 uh, dat verschil zie, zie ik wel. Ja, ja zeker. Ja. Ik ben daar benieuwd naar. Hè? Want je zegt, uh, je ziet het in de ogen. Ja. Dat gevoel heb ik ook wel eens. Hè? Je spree ik spreek bepaalde ondernemers. Je hebt ondernemers die in situaties zitten waar de een aan onderdoor zou ja. gaan, zeg maar. maar ja. een ander gewoon met fluiten en zegt van, ja maat, ik leef nog en ik heb een dak boven mijn hoofd. Ja. Ik vind het allemaal best. Ja. En dan denk ik wel eens, zouden er gewoon mensen zijn die ervoor gemaakt zijn en mensen die er niet voor gemaakt zijn? Of kun je het trainen? ja natuurlijk nee, kijk er is altijd een bepaalde mate van uh, dat ergens iets iemand ergens me meer goed in is dan, uh, dan een ander of beter in is uh, je kan heel veel zaken trainen maar natuurlijk de een zal wat beter zijn in een bepaalde situatie dan een ander ja, uh, ja uh, genetisch bepaald of uh, zeker ja, ja. hoe uh, wat je zei dat al hè? we hebben natuurlijk nu veel gehad over stressmanagement ja. of in ieder geval ja. jezelf managen voordat je in een stressvolle situatie ja. komt, hè? dus ja. uh, gaat het minder met mijn bedrijf of zit ik in een drukke situatie, zorg dat ik alle dingen als voorbereiding goed doe. Ja. Maar er komt een moment dat je moet reanimeren en je zegt, oh, ja, dan kan ik niet mijn ademhalingsoefening doen. Hoe kun je dat doen van het moment dat je merkt, ik zit in een stressvolle situatie, ja. het is me allemaal te hoog, zijn er dan handvatten die je kunt gebruiken? Ja, zeker. En eigenlijk nog even terug naar die voorbereiding, want die voorbereiding is gewoon, is gewoon de key, weet je wel, van ja. hoe het uh, uiteindelijk gaat. Als jij een bedrijf hebt, en of het nou een multinational is of een mkb of, of gewoon een eenmanszaak, um, eigenlijk moet je voor jezelf eens gewoon nadenken: van wat zijn nou de, 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 de risico's die ik loop? Um, je maakt gewoon een lijst voor jezelf: wat zijn nou potentiële risico's die ik loop met mijn bedrijf? Maak daar een lijst van. Pak daar de, in jouw ogen de meest uh, realistische, de meest reële risico's. Um, je hebt zoiets als een uh, risicomatrix. Dus wat is de kans dat iets gebeurt en wat is de impact die het gaat hebben op, op mijn bedrijf? En zet die dus letterlijk op een stuk papier, ik als IJAS. Uh, Oké, okay, wat is nou de kans dat er iets gebeurt? Misschien heel erg klein, maar de impact van 0 naar 100 is misschien 100. Mm -hmm. Nou, als je die daar zet, dan moet je, dan moet je daar een, een plan op gaan maken. En dan kan je dus uh, kijken van nou, de, de top 5 risico's voor mij, dit zijn reële risico's, die hebben waarschijnlijk een hoge impact. En het is gewoon een inschatting die je maakt op basis van geschiedenis, feiten en omstandigheden. Dus gemaakt. Um, maak daar dan een, een soort draaiboek van. En het kan heel, heel simpel dat je hier een soort van richtlijnen hebt op het moment dat er iets gebeurt. Dat je terug kan vallen op die richtlijnen. Je kan natuurlijk ook overplannen. Dus je kan uh, weet je, een, een boekwerk maken van 100 pagina's over mm. wat if dit gebeurt, wat als de stroom uitvalt, wat als uh, financieel misschien uh, niet goed gaat. Ja. Maar ik heb een aantal, dan komt hier weer SOP, standard operating procedures. Uh, dat je in ieder geval een aantal richtlijnen hebt, waar je op waar iedereen op kan terugvallen. Niet alleen jij, maar ook jouw hele bedrijf. Ja. Iedereen weet, uh, iedereen moet het ook weten. Van nou, Als dit gebeurt, vallen we automatisch terug hierop. En er zal altijd aansturing moeten plaatsvinden. Want als je een plan hebt. Vanaf uh, het moment dat het plan in, in werking treedt, moet je gaan aansturen. Ja, um, dat is met alles zo. Dat is ook met defensieoperaties uh, zo. Uh, maar als je iets van een plan hebt in die voorbereiding, je hebt over bepaalde zaken nagedacht, ja, dan gaat je er al meer rust geven. Want iedereen weet globaal wat de bedoeling is. Ja. Je weet, als je een aantal doelen hebt gesteld voor jezelf. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe je. Kijk, in bedrijven zijn SOP's heel belangrijk. Alleen. Wat je heel erg merkt, wat wij ook merken in het bouwen van een bedrijf, is als jij aan iemand vertelt van, hé, hey, uh, kun je gewoon heel jouw werkwijze zoals je dat nu doet, uitschrijven, zodat als er een ander het zou moeten doen, ja. zou die het precies zo kunnen doen als jij. Of in ieder geval op 80% bij ja. wijze van spreken. Ja. Wat ik wel eens merk in gesprekken is dat je dat op een hele zorgvuldige manier moet brengen, want het kan ook voelen als, ja, ik, word nu gewoon, ja, ik kan dit nu gaan maken en dan kun je ja. tegen mij zeggen, ja, ga er maar uit en ik zet er iemand anders in. Hoe doen ze dat bijvoorbeeld uh, in defensie goed? Van ja. Dat iedereen beseft dat ze een belangrijk onderdeel zijn van het geheel. Maar tegelijk moet iedereen misbaar zijn. Omdat het grotere geheel belangrijker is dan de individu. Want dat kan best wel hard binnenkomen bij bijvoorbeeld een start-up. Of een klein ja. beginnend bedrijf. Want eigenlijk zeggen ze gewoon. Ja, je bent niet essentieel om hier te zijn. We moeten het kunnen zonder jou. Ja, ja weet je, uiteindelijk uh, moet iedereen, het moet een soort team effort gaan worden. Dus ja. uh, probeer zo min mogelijk uh, te denken als individu. In Nederland, nogmaals, we zijn... ...individualistisch ingesteld, over het algemene. Ja. Uh, niet generaliseren, maar het is wel een beetje zo. Ja, je ziet het ook gewoon op de werkvloer. Die mensen ja. werken niet meer 70 jaar bij een bedrijf. Ze gaan nee, waar ze zelf willen. Precies, maar eigenlijk is dat de basis. Weet je. Uh, dus ook uh, binnen special forces of defensie, speciale eenheden... Uh, ...het gaat altijd om het team. Dus het, uh, het team gaat voor de individu. Ja. En als je dat, dat principe toepast uh, op een bedrijf... ...dus iedereen heeft dat, dat groepsgevoel... Uh, weet je, die, 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 ...die samenhang met elkaar... Uh, dan, wat er ook gebeurt, dan ben je gewoon nog meer schokbestendig als bedrijf. En dat kan je op verschillende manieren doen. Begin eens met uh, elke, elke week een, een borrel, weet je wel. En uh, heb interesse in elkaar. Weet je? Creëer een soort sociale veiligheid. Ja. Um, dat is de basis, denk ik, voor vertrouwen. Dus uh, ga eens met elkaar in gesprek. Niet anders dan het werk. En het hoeft niet een diepgaand gesprek te zijn, maar leer elkaar kennen. Uh, en hoe meer je dat doet, creëer de sociale veiligheid waar mensen op een bepaalde hoogte gewoon open naar elkaar kunnen zijn. Dan ga je vertrouwen creëren. En je, je creëert ook dat groepsgevoel. Um, en dat is denk ik ja, ook weer zo'n fundament van een bedrijf die, uh, die gewoon weerbaar is. Die, die schokken kan uh, absorberen. Ja. Zijn er nog andere technieken die je kan uh, toepassen om dat groepsgevoel te stimuleren? Nou ja, de basis is sociale veiligheid. Dus ik, ik, ik denk echt gewoon, uh, dat klinkt een beetje, een beetje zweverig misschien, maar dat is echt gewoon uh, de basis. Uh, en praat met elkaar, heb interesse in elkaar. Weet, je wel, uh, weet van elkaar, achtergronden, uh, hoe of wat. Um, ja, en zaken zoals teambuilding, dat helpt natuurlijk wel. Weet je wel. Maak eens een keer tijd om met, met je hele groep iets anders te gaan doen dan, uh, dan alleen maar werken. En dat doen veel bedrijven, maar misschien niet alle bedrijven. Uh, daarnaast kan je natuurlijk allerlei coaching, consultancy, sessies doen als je dat wil. Maar in de basis kan je dit allemaal best wel zelf uh, denk ik, aanpakken. Ja. Ja. Zeker voor bijvoorbeeld voor, voor ons hoor, uh, als uh, bedrijf wat nu steeds groter wordt ja. qua, uh, qua team zijnde. Ja zat op een gegeven moment ook van, ja, iemand uit ons team zei van, ja, gaan we niet gewoon een keertje wat met z'n allen doen? Ja, dacht wij van, ja, wij voelen dat niet eens zo, want wij voelen dat van oké, okay, het is al echt een team. Ja. Maar als er iemand natuurlijk net bijkomt, ja. dan moet dat nog ontwikkeld worden. Ja, dat is een proces, zeker. Ja. Ja. Ook op terugkomen wat jij zei Jaro, uh, over dat mensen misschien het gevoel hebben dat ze eruit uiteindelijk worden uitgewieberd maar was Richard Benson die zei zoiets van uh, je moet iedereen uh, zo mogelijk trainen, opleiden, maar ook voorkomen. Uh, je moet ze happy houden om te voorkomen dat ze dat ze weg willen gaan. Weet je. Ja. En die balans moet je denk ik als manager of als uh, directeur van een bedrijf die moet je gaan, uh, gaan zoeken. Dus je wil mensen, dat mensen uh, een prettige werkomgeving hebben, dat ze ook uh, gestimuleerd worden in persoonlijke ontwikkeling, dat ze dingen leren, uh, maar je wilt ook voorkomen dat ze dat ze natuurlijk uiteindelijk uh, ja, de drempel overgaan en, uh, en aan een ander bedrijf overstappen, bijvoorbeeld, of zelf iets beginnen. Ja. Dus je moet ze ook uh, tevreden houden en het, dat creëer onder andere door een veilige en een, een prettige uh, werksfeer. Ja. Ja. ja, en leiderschap hè, dat uh, dat heeft ook veel met uh, team building te maken. Je bent, je bent de verantwoordelijke, nou, daar ja. heb jij zelf ook ervaring mee in het leger. Maar dan ben ik benieuwd: je, je ziet vaak in bedrijven dat, uh, hè, dat hebben we ook met Nikki erover gehad. Ja. Um, mensen die in het leger hebben gezeten, daar een leidinggevende rol hebben gehad, kunnen ook supergoed in een bedrijf fungeren als een leider. Ja. Um, is dat zo? Is, Want dat denk ik ook altijd zo. Maar is dat, is dat iets wat jij ook veel ziet? Of valt dat eigenlijk wel mee? Um, ja, het is geen gegeven, maar nee. het helpt wel, denk ik. Ja, ja. Omdat je, ja, ook weer terug uh, te komen op die zaken die we net benoemd hebben. Weet je, je hebt structuur, je hebt Namelijk discipline, weet je wel, als je, je bent als het goed is gemotiveerd en als je die motivatie niet hebt, dan neemt discipline dat over om nog steeds consistent te zijn in bepaalde zaken. Consistentie is natuurlijk sleutel ook met ondernemen. Om ja. Uiteindelijk ergens te komen. Je kan omgaan met tegenslagen. Uh, je weet wat een team effort is, je weet hoe het samenwerken is met een team, maar ook onder uh, moeilijke omstandigheden. Kijk, en dat zijn natuurlijk allemaal principes die iemand die überhaupt binnen Defensie heeft gewerkt, uh, ja, als je dat kan toepassen op een bedrijfsleven. Dat is, natuurlijk, ja, dat is natuurlijk wel heel veel waard. En iemand die die achtergrond niet heeft, maar het kan ook zijn: een politieorganisatie of een soort gelijke organisatie hoor. Maar iemand die die achtergrond niet heeft, ja, die, moet het, die moet het allemaal zelf gaan, uh, gaan uitvinden. Ja. Dus ik denk dat het wel een voordeel is. Het is niet al te geven dat mensen die automatisch uh, het hebben gedaan, per definitie goed in, in, als ondernemer kunnen zijn. Want mm -hmm. steken nog heel veel, um, die willen dat misschien niet eens. Je, die willen niet ondernemer worden. Maar um, als ze ervoor gaan, dan gaan ze ook, dan gaan ze ook ervoor. En ja. is het ook full pool erin? Ja. En uh, ja, ik ken ik ken Nicky inderdaad. Uh, dat is ook zo iemand die, die voor, voor de volle 100% erin gaat, weet je wel? Ja. En dus niet een beetje. Nee, dit is uh, <laughs> full throttle voorwaarts, uh, ja. ook met tegenslagen, weet je wel? En uh, ook uh, ja, gewoon gaan. Ja. Consistent Geef, zijn. Geeft ja. het ook veel? Dat, dat kan ik me namelijk voorstellen. Dat het ook heel veel perspectief geeft. Dat je denkt van, oh, mijn bedrijf in Nederland gaat failliet, weet je wel? Ja. Nee, ik heb dingen gezien en meegemaakt die of of valt dat wel mee? We gaan het relativeren bedoel je. Ja, of, dat het relativeren. In ieder geval, dat kan ja. me voorstellen dat het relativeren gewoon veel makkelijker wordt. Van, hé, ik heb in een vuurgevecht gezeten. Ja, dat heb ik overleefd. Dan ga ik dit faillissement ook overleven. Of, ja. als ik tien jaar tussen zit, verwatert dat een beetje. Dat ja, niet zozeer dat dan, dan dat voorbeeld van zijn vuurgevecht, maar het is wel meer van je kan relativeren. en Denk makkelijker inderdaad. Van even, hé, hey, we ademen nog. Ja. We zijn er nog, we zijn gezond. Ja, dat klinkt ja, er weer zo'n. Ja, ja. uh, zijn ze weer de dooddoeners? Ja. <laughs> maar ja, het is natuurlijk wel zo. En, en, en wat ik al eerder zei, je, er is altijd een oplossing voor alles. En, ja, dat heb ik gewoon ook. Dat is gewoon altijd zo. Ja. Al, je moet gewoon op zoek naar een permanente oplossing voor een tijdelijk probleem. Want het is namelijk een tijdelijk probleem wat je hebt. Uh, het kan zijn privéwerk. Maar uh, uiteindelijk is er altijd een oplossing voor. En misschien weet je nu nog niet uh, wat dat gaat zijn. Maar die gaat wel komen. En als ja. je daar ook dus vertrouwen in hebt. Dan, dan gaat het ook gebeuren. Zeker. Ja. En hey, jij helpt met je eigen bedrijf Wees Voorbereid. Ja. Help jij mensen ook echt om voor te bereiden op crisissituaties en ja. dingen? Kun je kort uitleggen. Wat je precies doet. Ik weet je hebt een ja. fysiek en een online programma. Hoe ziet ja. dat er een beetje uit? Ja, dus ik heb deze voorbereid uh, opgericht om eigenlijk uh, mensen meer zelfredzaam en weerbaar te maken in het algemeen, uh, maar ook wel specifiek ter voorbereiding op een noodsituatie. Nou, dat kan zijn uh, dat er op straat uh, wat gebeurt aan een volgende ramp of crisis. Ja. Uh, en dan heb ik dus niet over uh, hoe bouw ik een nucleaire schuilkelder in mijn uh, achtertuin. Ook handig. Uh, ook handig. <laughs> ja. uh, maar daar zou ik niet de focus op leggen. Ja. <laughs> nee, maar het is met name, weet je, het begint tussen je oren. Het begint met fysieke mentale gezondheid. Um, uh, bepaalde skills aan leren. Een soort warrior mindset noem ik het eventjes. Een bepaalde mindset hebben uh, dat alles wat op jouw pad komt, dat je dat uh, aan kan. Want we moeten meer weerbaar worden. We zijn niet weerbaar. Als individu niet. Als samenleving niet. Als organisatie niet. Als groep niet. Uh, dat is jammer, dat hadden we al uh, eerder moeten zijn. Ja. Uh, maar nu een beetje de nood aan de man komt, uh, ja, wordt daar ineens een oproep voor gedaan. Ja. Uh, wat je daarmee ziet is dat uh, ja. de samenleving ontstaat toch wat angst, onrust. Um, ik, ik zit dus uh, met name ook in het online ondernemen, dus ik, ik volg ook de, de Google search trends. Dan is het gewoon uh, noodpakket, voorbereiden op oorlog. Uh, ja? Ja, die, die, die gaan gewoon stijgen. Uh, alle noodpakketten waren ook uitverkocht. Bij, uh, maar dit zijn gewoon paniek... Het is gewoon blinde paniek van iemand die zeshonderd ja. euro neertelt voor een noodpakket waar eigenlijk kwalitatief niks in zit. <laughs> en wat heb je er dan aan? Weet je? Het is gewoon ja. schijnveiligheid wat je koopt. Want, want noodpakket, wat, wat zit erin? Ja, een noodpakket, je, Ik raad iedereen: heb een noodpakket in huis, betekent dat je gewoon wat spulletjes in huis hebt. Een noodradio, dat als een keer de stroom uitvalt voor een bepaalde tijd. dat je nog uh, op de hoogte kan blijven van het nieuws. Heb wat extra eten in huis, wat extra water in huis. Het is geen, geen rocket science. Denk heel eventjes na van als er nu wat gebeurt. Uh, het kan zijn ook gewoon door de digitalisering in Nederland hè, dat de stroom een keer overbelast is, misschien twaalf ja. uur lang. Uh, misschien duurt het misschien een dag of twee dagen. Uh, wat komt dan het geld in huis? Je, allemaal dat soort zaken, echt basics. Voor wat heb ik nu nodig voor de komende drie dagen om uh, voor mezelf en mijn dierbaren door te komen? Ja, Stop het in een open zet het er, ergens op zolder en uh, that's it. Ja. Duidelijk. Ja, ja weet je, dus dat, 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 is, dat is prima. Uh, maar wat je dus ziet doordat het de wereld in wordt geslingerd, is dat mensen onrustig worden, ook wat angstig. Uh, maar er mist dus een soort verlengstuk van, ja oké, okay, uh, dit wordt nu geschetst, er is een probleem of een uitdaging of een situatie, maar er zijn geen concrete uh, oplossingen voor. Uh, en wij proberen dus dat stuk gaan in, te gaan invullen. Want als jij met een bepaalde bril naar de wereld kijkt, zoals we dat hebben geleerd vanuit zeg maar, de force-achtergrond... speciale eenheden achtergrond, hmm. dan ga je de, dingen namelijk kunnen, uh, ga je de, dingen anders uh, leren zien. Dan kan je makkelijker relativeren. Maar je hebt ook een bepaalde mindset dan, uh, dat je weet dat. Uiteindelijk is overal een oplossing voor wat ik net zeg. Um, je hebt bepaalde skills jezelf aangeleerd, uh, bepaalde discipline. Dat uh, als er wat, als er een, een nood in de mand komt, en dat kan ook zijn privé, maar dat kan ook zijn ja, dat er wat gebeurt, dat jij je mannetje staat. Ja. ja. Uh, weet je, en, uh, als jij de, de vader van een gezin bent, dan gaat iedereen naar jou kijken. Uh, nou, dat is niet zo vervelend als jij uh, als iedereen naar jou kijkt en je weet niet wat je moet doen. Je hebt niet de mindset om dan uh, met je vuist op tafel te slaan. Oké, okay, dit gaan we doen. Uh, ik heb een plan. Ja, en dat ja, ja, ja. proberen we dus nu uh, de wereld in, uh, in te, uh, te slingeren, dat wou ik zeggen. Maar proberen we dus nu aan te bieden. Omdat je mist dus een concrete invulling van, ja, wat moeten we nu eigenlijk doen? Ja, er wordt dan gezegd voor 36 uur water, ja, oké. Okay. Leuk, vooral doen, maar er is nog zoveel meer wat je kan doen om jezelf weerbaarder te maken en zelfredzaam. En dat gaat ja. je helpen in alles. Ja, dus niet alleen als er een situatie ontstaat, uh, dit vooral een beetje geopolitieke-achtige situaties... Maar ook in je onderneming, ook in je, in, je, in je relatie, ook privé met familie. Ja, het lijkt net alsof, uh, en het voor voor jou, dat je opgeroepen kan worden voor een missie. Ja. He, dat de dat, dat kans steeds groter wordt, maar je bent er totaal niet op voorbereid. Ja. En die voorbereiding die moet nog gewoon even komen. Ja. En die staat dan ook gewoon vast en dat is goed. Ja. Maar die moet wel voorbereid worden. Ja. Anders ga je met de oogkleppen op uh, zo'n missie. Uh, ja. en, en, is en gewoon, dan is uh, het gewoon gedoemd om te falen. Ja. ja zit jezelf niet uh, setting up voor succes dat ben je tegenovergesteld aan het doen ja. wat wij dus proberen met uh, wat ik ook weer dus met uh, wees voorbereid doe ik met name offline uh, trainingen ook um, is eigenlijk alle lessen die ik heb geleerd alle zaken die ik heb geleerd stoppen we of in een online cursus of in een offline training een soort challenge waarbij ja. je tien lang bijvoorbeeld uh, fysiek en mentaal wordt uitgedaagd uh, ik ga je skills aanleren die ik zelf heb geleerd die levensreddend kunnen zijn uh, je leert presteren onder druk je leert omgaan met stress um, uh, allemaal dat soort zaken, leiding geven, uh, maar, maar onder wat druk. En dan gaan we heel netjes coachen. Ja. Um, en we hebben nu, ik heb nu, ik noem het dan, 10 Hour First Responder Challenge vanuit Wes voorbereid. Nou, ik had ook heel veel ondernemers uh, in, de, in de eerste editie. Um, weet je, ook emoties, ook mensen in tranen, van dit is gewoon voor mij life-changing geweest. En ik heb hier zoveel aan gehad. En toen ik de eerste editie heb gedaan, uh, merkte ik, ik krijg hier zoveel energie van en dat is natuurlijk een mooie als ondernemer wat ik nu ook ben van je, doen uh, wat je leuk vindt ja. ja de energie die je terugkrijgt en de positiviteit die je terugkrijgt van die mensen en als je dat ook de, de reviews dan leest en hoort en ook met mensen praat ja voor mij is dat gewoon uh, ik heb weet je dat is gewoon mijn, mijn passie en mijn doel en ik denk van ja dit is mooi ja. dat wil ik meer doen ik wil meer in, ja, impact maken maar er komt het wel op neer meer ja. mensen bereiken en meer mensen bereiken met de lessen die ik uh, heb geleerd en soms de hard way um, om die over te dragen aan de rest van Nederland. En, ja. Ja, daar, daar kan je zoveel aan hebben. Wat ja. zijn een aantal van de grootste lessen die ondernemers halen uit zo'n situatie? Want dat zou natuurlijk op het eerste oog misschien niet ja. direct vertalen. Maar ik ben heel benieuwd wat je daarin teruggekregen hebt. Um, ja, het aanbrengen van structuur. Uh, het, het, kunnen, het kunnen presteren onder druk. En dat is met name iets wat je gewoon heel veel terug hoort bij ondernemers. Van, Want ik heb ook een-op-een een calls van tevoren. En geven ze ook aan van ja, ik heb gewoon heel veel situaties in mijn onderneming die gewoon stress opleveren. Die druk opleveren. Hoe ga ik daarmee om? Want ik ben manager, ik ben directeur, iedereen kijkt naar mij. Nou, dan starten we een heel coachingstraject op en we laten met name die mensen dan in, de, in bepaalde situaties komen waarbij ze dus bijna geen controle meer over de situatie hebben. Of uh, we creëren gewoon heel veel stress en dat kan onder fysieke druk zijn, dat kan ook mentale druk zijn. Mm. En daarin coachen we hun. We hebben, we hebben natuurlijk bepaalde tools mee. Um, en het is constant aansturen van nou, ik zou nu dit of dit doen. En gooi ze maar ook eens een keer in de diepe en laat kijken. Laat ze maar zelf uh, uh, kijken hoe ze reageren. Weet je, een stukje zelfreflectie toepassen. Ja. En dan daarna weer wat tips en tools me geven. Nou, ik zal dit en dit doen en we gaan het weer doen. Ja. Weet je wel? En uh, je ziet dat dat gewoon heel erg helpt. En uh, ja, dat je gewoon constant ook de link legt naar hey, wat nu als dit gebeurt in jouw onderneming. Ja. Je, je wordt nu uh, bijna gebeten door een hond die helemaal hele tijd op laf is. Met de, je, hebt, je bent geblinddoek, je weet niet wat er aan de hand is. Wat nu als eh, financieel uh, misschien een ander tegen zit in je onderneming. En uh, um, ja, je staat dan heel veel druk. Wat doe je dan? Ja. Uh, dus, en da daar geven we heel veel tips en tools uh, in en dat coachen we gewoon op, op die manier. Want als je ja. iemand in het diepe gooit, kun je ons een situatie daarvan stress, uh, geven? Uh, ja, <laughs> zonder het hele programma te vertellen. Nee, verklappen. dat hoeft ja, ja, inderdaad ja, dat niet. Is, uh... Uh, ik had net over honden, ik ben helemaal uh, hondenfan. Uh, in mijn training en op uh, opleiding heb ik heel veel situaties gehad waarbij je uh, dus uh, met honden te maken hebt. Heb ik het niet over de Labrador, die, die, ik, die ik trouwens zelf heb. Ja. Uh, maar echt een, een werkhond, ergens mm -hmm. een echt uh, politiehond. Ja. Uh, dan sta je bijvoorbeeld bovenin, ergens in een gebouw uh, geblinddoekt. Je weet niet wat er gebeurt. Je bent bijvoorbeeld al drie dagen heb je zon, uh, weinig gegeten. Je bent fysiek helemaal uh, op. Um, en op een gegeven moment komt bijvoorbeeld een hond op je af. Maar je, je denkt dus dat die hond jou gaat bijten. En dat levert heel veel stress op. Ja. Uh, en uiteindelijk hebben ze gewoon een situatie ingebouwd waarbij dat dan niet gebeurt. Uh, wat ik in die challenge doe, nou, dan gooi ik hem maar erin. Mensen worden geblinddoekt, worden in een hok gezet. Ze weten niet wat er gaat gebeuren, er wordt gewoon niks gezegd. Mensen mogen ook niet praten. En één voor één worden ze naar buiten geleid. Um, ook weer geblinddoekt. En je hoort constant op de achtergrond hoor je gewoon een, hand, een hond blaffen. Um, en op een gegeven moment wordt er gewoon tegen ze gezegd: van hey, op het moment dat die blinddoek afgaat, dan uh, kijk je naar links. Dan zie je daar een hele grote hond staan. Um, en die hond die gaat jou pakken. En uh, je, ziet, je kijkt nu voor je, 100 meter verderop is een eindpunt. Als je daar bent, dan uh, ben je veilig. Zijn er vragen? Nou, die, krijgen ze, die tijd krijgen ze niet om vraag te stellen. Blinddoek goed af, oké, okay, go. Kijken links, geen grote hond. Die wordt dus losgelaten, denken ze. Yeah. is niet zo. Uh, en ze gaan rennen. Nou, dat levert gigantisch veel stress op. Mm -hmm. En wat ik, wat ik als special voor medic natuurlijk dan doe, ze komen ze aan en moeten ze gelijk een medische casus in. Dus er ligt er iemand te, te schreeuwen. Yeah. En dan moeten ze dus met het stressniveau uh, hartslag 180, moeten ze dus medisch gaan handelen. Yeah. die bijvoorbeeld een slagadelijke bloeding heeft. Mm. Nou, dat zijn trainingen waarbij je dus uh, uh, denkt dat je er bent. En dan moet je weer, en dan moet je weer, en dan moet je ja. weer. En hoe ga je daarmee daar om? Dat ja, daar kan je zoveel uithalen op gedrag, op, op, um, op karakter, die je dus ook dat weer kan vertalen naar hoe ervaar ik dat in een onderneming die misschien minder loopt. Ja, ik ben echt enorm benieuwd naar, uh, naar dat soort dingen gewoon ja. van mezelf ook, omdat ik denk ja. dat het echt een test is. Die uh, ja. weet je, je ziet, het nu met Special Forces Vips eigenlijk, ja. nu dat natuurlijk dat programma een aantal ja. seizoenen draait. De eerste keer dat ik dat keek, dacht ik ook eigenlijk, je vraagt je gelijk af van hoe de fuck zou ik het doen in deze ja. situaties? Ja. Want als je het ziet, kan je soms, weet je wel, heel rationeel denken van, ja maar, dat kan je toch best wel gewoon rationaliseren ja, ja. en dan ja. is het niet zo gek. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je nou, wat je zegt, na een aantal dagen niet eten, desoriënteren ja. en alles, ja. ja, dat je gewoon eigenlijk afgepeld wordt tot de ja. core van wie je bent. Ja, je valt terug op de basis. Ja. En dan, dan is het even kijken wie jij nu echt bent. Ja. ja. En ik vind het wel bijzonder om te horen, want uh, ik had uh, afgelopen week dit gesprek ook met een paar andere jongens die geven gewoon hetzelfde aan. Oké. Okay. Ik had uh, dit gesprek heb ik ook met uh, meiden gehad die, die geven dat ook aan. Dat ze zoiets zouden willen doen om te ontdekken wat ze nou echt. Ze weten niet waar hun grenzen zitten. Okay. Niemand zeg maar van de jonge generatie in Nederland. Ja. Moet je beseffen ben je nog nooit in zo'n situatie tegengekomen uh, waarin nee. je jezelf gaat tegenkomen. Nee. Ja. Dat Klopt, ja. gewoon, Wij zijn nu 26. Ik ben nog nooit in zo'n situatie geweest. Nee. Nou, je bent welkom. Precies. Uh, ja, ik channel. vind het ik leuk. Vind het toch. <laughs> ja, ja. ja al ja, lijkt me ook. vet. Nee, ja. uh, ja, ja, maar doen. kijk, wat ik ook al zei, weet je, We je, zijn gewoon heel erg gericht op comfort, op uh, ja. uh, vrijblijvendheid. Ja. Uh, binnen die comfortzone. Uh, en we, we zien het overal. Als je Instagram opent, Dat je, live begins het die your Comfortzone. Ja. Uh, dan heb je weer een David Goggins, dan heb je weer uh, die, dan heb je weer die. Dus we weten het al allemaal wel, maar ja. heel veel mensen doen het niet. Die, we willen gewoon lekker binnen je eigen comfortzone, binnen je routine. En uh, het komt wel goed. Maar ja. op het moment dat er al een keer een tegenslag is, ja, dan, dan uh, zou je willen dat je een keer zoiets hebt gedaan. En dat je weet waar je zwakke punten, eh, ja. zeggen, je, je, leerpunten liggen. Waar je aan moet werken. Wat je sterke punten zijn. Uh, even een stukje afgebeld worden, zoals jij dat netjes uh, zei. Um, ja, en dan gewoon actiepunten meekrijgen waar ja. je aan kan werken. Weet je. En dan heb je gewoon dan heb je letterlijk de rest van je leven wat aan. Ja, man. Ja, ik vind het ook wel interessant om te zien dat je nu ook een nieuw soort van nieuw type mens krijgt. Ja. Dat een comfortzone heeft die wel verder ligt dan de meeste mensen ja. die daardoor lijken heel erg buiten hun comfortzone te zijn maar dat eigenlijk niet doen oh je doet elke nee? eigenlijk voor mij ook ja ik doe elke ochtend een ijsbad ja. als ik dat vertel mensen wow, wow, wow. Ja. het is totaal niet meer oncomfortabel voor nee. mij ik heb er geen zin in maar het is niet spannend of nee. zo de en dat is een beetje opgerekt exact uh, maar ja, dat ja, is, kan ook wel een gevaar zijn want dan blijf je continu dingen doen en ik denk je, nou ik zit lekker buiten mijn comfortzone ja. nee ik ben niet buiten ja, dan je comforten. moet, je dan anders moet gaan weer ja. nog wat extremers ja. gaan doen ja. en dat is wel uh, dat merk ik ook bij veel ondernemers ja. die Weet je wel, Van je, je kan bijvoorbeeld 10 miljoen jaar omzet doen. Maar je ziet toch, je spreekt gewoon ondernemers dat je merkt. Ik mis een stukje toch dat vuur bij jou, ja. ondanks dat je zoveel verder bent dan ik nu ben, ja. wat zit er nog meer in of ja. En ja. dat vind ik wel heel interessant om te zien. En ook met wat jij aangeeft. Hè, van, um, ik vind het bijzonder dat heel veel mensen tegenwoordig um, online, iedereen zoekt zijn comfortzones, lijkt het uh, tegenwoordig ja. vaak op. Maar iedereen onderschat zichzelf of overschat zichzelf, denk ik, continu. Iedereen wil getest worden. Hè? Special Forces, ja. VIPS. Er is een reden dat dat zo erg uh, een hit is. Ja. Ja. Maar ik heb ook ooit ergens gelezen dat um, mannen volgens mij ongeveer drievoudig overschatten hoe goed ze bijvoorbeeld zijn in fysieke weerbaarheid. Elke man denkt dat hij goed kan vechten. Ja. Nou, toen was er volgens mij een soort onderzoek geweest dat blijkt, ze ja. kunnen er helemaal niks van. Nee. En ik ben heel benieuwd hoeveel dat is bij mensen. Dat ze denken, ja, dat Special Forces, dat kan ik wel. Ja. Dat ze na een dag al helemaal eraf liggen. Ja, ja laat maar zien dan. Dat, ja, 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 ja. Precies. Hoe merk je dat? Zeg maar, van, je hebt natuurlijk ook denk ik, wel in trainingen meegedraaid ja. en dat soort dingen. Overschatten mensen zichzelf veel? Uh, ja, ik heb dat eigenlijk niet zo gemerkt. Maar ik herken wel wat je zegt. Uh, ik denk dat veel mensen dat, uh, dat, dat wel hebben inderdaad, die overschatting. Ja. Uh, maar oké, okay, dus, dat is prima. Goed dat je dat zegt. Goed dat je dat constateert. Maar laat dus maar een keer zien, weet je wel. Ja. Uh, en, uh, ik, ik organiseer challenges, maar er ook andere bedrijven die dat doen, weet je wel. dus uh, schrijf je een keer jezelf in of doe eens een keer iets anders waar je uitgedaagd wordt. Ja. Um, ga maar eens kijken hoe je reageert, weet je wel. maar ga er open in. En uh, een van de van deze sterke karaktereigenschappen eigenschappen die, die je kan hebben, denk ik, is van, uh, um, weet je, durf ook te falen. Falen mm -hmm. is, 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 is misschien goed, weet je wel. soms is falen soms is gewoon nodig om je weer inzicht te geven, om je weer nieuwe actiepunten mee te geven van oké, okay, dit gaat dus niet meer gebeuren. Uh, we gaan door, weet je? En ja. Sommige mensen zijn gewoon bang om te falen. die zijn gewoon uh, ook, ook met een presentatie geven, weet je? Of je bent bang om te falen misschien, of, of met, met iets anders sport. Uh, maar soms is falen gewoon goed, weet je? Ga maar een keer op je bek. Ja. Uh, maar sta weer op en ga weer, ga weer voorwaarts, weet je? En ja, weet je, het uh, is best wel simpel, maar mensen doen het vaak niet. Nee. Ja, ik vond dat heel bijzonder, uh, ik heb blijf het aanhalen hoor, maar gisteren zat ik dus weer naar Special Force te kijken. Ja. En toen zag ik een situatie van, uh, dan moeten ze met z'n allen met een grote jerrycan van 23 kilo ja. of zoiets wel liter water, moeten ze rennen. Ja. En dan is er op een gegeven moment iemand die continu achteraan raakt. Ja. En die krijgt dan de feedback van, jij houdt nu heel de groep op, omdat jij een te groot ego hebt om andere mensen hulp te vragen. Ja. En toen dacht ik, wauw, dat is ook wel bijzonder dat... Want dat merk ik ook wel omheen. Dat je heel vaak een soort van vanuit ego en toch denkt van ik wil het zelf doen, ik wil het kunnen. Ja. Maar dan kijk je soms niet naar het groter goed. Van nee als bedrijf moeten we. En als dit niet jouw kracht is, ja. is het misschien gewoon ook goed om te zeggen hé hey, hier heb ik hulp bij nodig. Ik kan dit niet. Juist. Van, daar zit weer een soort van wijze les in die ik, waar ik zelf ook ja. wel eens opgepakt heb. Maar worden, dat is dat ik. inzicht van het team gaat voor de individu. Ja. Er is letterlijk een voorbeeld daarvan. En volgens mij is het er in Jerrykin ook nog een keer water, wat ze dan ja. uh, de komende ja. dagen. Hey, dat is gewoon je lifeline, weet je wel. Als ja. het water niet meegaat, dan, dan hou je gewoon op met. Uh, ja, uiteindelijk met leven, weet je wel. Ja. Hey, dus dat uh, water moet mee. Maar dit is wel een groeps-effort. Dit is een team-effort. Ja. Je kan heel egoïstisch uh, inderdaad erin staan van... Uh, ja, ik kan niet meer. Ja, hey, voorwaarts gaan. Op ja. het moment dat jij denkt van ik kan niet meer... dan zit je misschien op een derde of veertig procent van wat je kan. Ja. Ja. En dat is echt zo. Weet je? Dat heb ik ook ervaren. Zeg gewoon letterlijk tegen jezelf... ik kan dit, weet je wel. Ik kan dit aan. Ik ga dit doen. Dat is ook gewoon een soort neuro-programmeren uh, ja. van jezelf. Op dat moment zeg gewoon tegen jezelf van... ik kan dit. Als je onderneming niet goed gaat... Weet je, ik kan dit aan. Ja. Blijf het herhalen de hele dag door. Je bent jezelf aan het programmeren op een, op een goede manier. En uiteindelijk kan je dat ook aan. Ja. Je zegt het namelijk tegen jezelf. Mm. Um, dus weet je, en als je dat creëert, je kan ik ondernemen binnen een bedrijf. Dat iedereen dat, dat, dat teamgevoel heeft van dit is ons doel. Weet je, en zorg ook dat iedereen weet wat je uiteindelijk het doel is. Ja. Dat is ook wel echt een tip, denk ik, van uh, als mensen dan toch ook weer in losse teams gaan werken, iedereen wat het, weet wat uiteindelijk de, de commanders intent is, als het ware. Dus iedereen weet uiteindelijk wat ons doel is als bedrijf. Uh, en als iedereen dat weet, kan je mensen ook gewoon loslaten enigszins. Kan je ze af en toe eens even aansturen in daar. Maar dan ga je dus niet micromanagen. Omdat mensen precies weten wat uiteindelijk het, het gezamenlijke doel is. En dat geeft ja. ook een soort groepsgevoel van... Weet je, uh, we dit is een team effort en ik doe ja. dit niet alleen. Ik doe dit met iedereen. Ja, je kunt dan ook veel makkelijker, heb ik het idee, hulp vragen. Omdat als jij ja. weet, bijvoorbeeld in een team... Je, het lukt jou niet om die jerrycan te tillen. Maar jij weet wel dat je bijvoorbeeld een hele goede uh, kaartlezer bent. Ja. Dan kun je ook... Oké, okay, dit kan ik niet en hiermee belast ik het team even meer. Maar ja. ik kan die last op een ander moment weer op mij nemen, ja. waardoor ik hun weer kan helpen. Want dat ja, vinden mensen het. denk ik heel lastig. Van, hey, maar dan ben ik nu tot last. Ja. ja, maar last is denk ik veel minder binair dan, Die bent nu vervelend, dus dan ben je altijd weer. Nee, Zeker, dit is misschien ja. niet jouw kracht, maar op een ander punt hebben we jou wel nodig. Ja, jezelf kwetsbaar opstellen. En dat kan dan eigenlijk alleen maar in een omgeving die uh, waar vertrouwen in is, even tot een bepaalde mate. En ook, ja. wat ik al zei, sociaal veilig. Ja. Um, dan, kan je, dan durf je, je waarschijnlijk voor jezelf kwetsbaar op te stellen. Zeg, ik, ik heb het nu zwaar. Ja. Uh, Kun je mij helpen? Dat mm -hmm. je durft dat te vragen. En de volgende keer wat je zegt... is waarschijnlijk diegene misschien uh, goed in iets heel anders. En dan loopt die weer voorop. Ja, ja precies. Ja, dus, uh, zo, oh, maar, ja, vind je eigen specialiteiten, word daar goed in. Ja. Uh, ja, dat is ook zo'n... Uh... En wat je net ook ja. zei, ik denk met micromanagen... Ja. Ja, op het moment dat je dat juist gaat doen... dan gaan mensen minder op hu om hulp vragen... omdat ze juist zelfstandig willen ja. zijn... Absoluut. En wanneer ze zelfstandig worden gelaten, gaan ze juist om hulp vragen. Want dan denken Tuurlijk. ze van, hé hey, luister, ik heb meer ja. nodig. Dus dat is wel een grappige dynamiek eigenlijk. Ja. ja. Ik, heb, ik heb ook wel eens uh, uh, bad leaders gehad, zullen we zeggen. Ja, uh, bad leaders, maar in ieder geval een leider van ik denk van, nou ik zou het anders doen. Hmm. Dat, dat was gewoon maximaal micromanager. Je creëert gewoon een, echt een toxische werkomgeving waar mensen gewoon, weet uh, je, ook angstig worden. Ja. Vooral niet om hulp durven te, te vragen. Je resultaten je, je, je vliegen achteruit. Um, dus ook goed om een keer een, een slecht voorbeeld te zien, maar minder goed voorbeeld. Ja, um, ja dus dat is zeker. Weet je? Als, je, als iedereen weet wat het uiteindelijk het doel is, kan je mensen zelf, redelijk zelfstandig aan het werk laten gaan. En dat is denk ik ook echt een, uh, een sleutel tot, tot uiteindelijk succes, waarbij het team effort ook ontstaat. Ja. Ja. En je hebt het uh, bijvoorbeeld uh, over leiderschap, uh, een bad leader. Ja. Heb je dan ook een great leader gehad? Of wat was jouw be beste leider die jij ooit hebt gehad? Ja, gelukkig heb ik heel veel great leaders gehad. Ja, ja. zeker. Ja. Ja, kijk, ik was, ik was leidinggevende, maar er is altijd iemand boven jou, weet je wel. Precies. <laughs> uh, ja, nee, genoeg voorbeelden. Zeker echt uh, mensen voor wie ik ja, echt 100% uh, voorwaarts zou, zou gaan. En dat heb ik ook gedaan. Ja. Ik Kun je er een, eentje uh... noemen, gewoon uh, uh, van de top of your mind, van oké... Okay, dit was wel echt een leider die een groot voorbeeld voor mij is geweest. Uh... Ja, er zijn, je hebt natuurlijk leiders op echt hoog niveau, waar je dus weinig interactie mee hebt, maar die voor mij echt wel uh, uh, voorbeelden waren. Maar ik had bijvoorbeeld een uh, ja, kompiscommandant, dus laten zeg maar we zeggen over uh, uh, een man of tachtig. En ik was zelf okay. verantwoordelijk over acht mensen. Ja. In, in Afghanistan, uh, maar ook een pelotonscommandant. Uh, <laughs> er zijn verschillende lagen. Je, die beide had, had ik gewoon blind vertrouwen in. Uh, dus Chris en Guy, als jullie luisteren bij deze kennen ze nog, uh, maar ja, nee, dit zijn gewoon mensen voor wie je gewoon voorwaarts uh, gaat, weet je. En uh, dat, dat dat merk je al in de voorbereiding. dan doe je heel veel oefeningen en, uh, maar, weet je, 100% vertrouwen als 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 hij zegt ga, ga die kant op, ging ik die kant op met mijn groep. Weet je? En, het, ja. en dat gebeurde ook. Uh, werd, ons kleine kampje werd een keer aangevallen uh, door een raket. Er uh, was ook een complete blackout in die, in die stad waar we uh, naast uh, waren gelegerd. en uh, compleet stil. Er was niemand op straat. Uh, en je dit klopt niet. Wie wordt er uitgestuurd om te gaan kijken wat er aan de rand is? Nou, Dirk met zijn groep natuurlijk. <laughs> ja. Maar ook prima, weet je wel. Dat vind ik A, mooi dat ik uh, vertrouwen krijg van hun om, om te gaan onderzoeken met mijn groep met uh, acht mensen. Spannend, ja zeker. Uh, maar we, we gaan het wel doen met z'n allen, weet je wel. En, uh, ja. Ja. Als jij mensen vertrouwt, dan, uh, ja, dan, is, dan is er geen, geen doel wat je niet kan halen. En het is ook voor hetzelfde van voor onderneming. Vertrouwen is zo krachtig ja. en, uh, als je dat kan creëren. En, uh, en dat teamgevoel, ja. je, dan, dan, kan je, dan is de sky the limit. En waarom kreeg je dan wel vertrouwen bij hem? Of bij hun? Ja, kijk, mensen, mensen hebben veel gevraagd van hoe word je dan een goede leider? Hè? Ik, ik, uh, een van mijn kernwaarden uh, is zeg maar, jezelf blijven, dus authenticiteit. Ik, uh, kijk, ik had een bepaalde rang en uh, dan kan je mensen afdwingen om, uh, om u te zeggen en, uh, en, en je rang te benoemen. Of je kan uh, een soort sociaal leiderschap. Je kan gewoon uh, ontspannen erin zijn. En heel directief zijn als het moet. Want zo was ik dus. In een gevechtssituatie ben ik super directief. Weet je, dan is het uh, kort en krachtig. Heel duidelijk. Ik kan soms heel directief overkomen. Maar was, was er niet sprake van een uh, situatie die je niet leesbaar Het was gewoon voornaam. Weet je, hoor. gewoon ontspannen. Uh, dat werkt voor mij het beste. En het werkt ook voor mensen onder jou het beste. Dus um, uiteindelijk is het gewoon de rol die je opneemt. En niet zozeer de functie of de rang die je hebt. Ja. Weet je, wat voor rol neem je in in zo'n groep? Uh, zorgen dat iedereen gewoon lekker in zijn vel zit. Dat iedereen ontspannen is en uh, hard, hard gaat werken als het uh, als moet, maar ook gewoon hard ontspannen als het kan. Mm -hmm. ja, dat, en, en op die manier, onbewust, werd ja, ik blijkbaar een goede leider. Uh, nogmaals, ik ben bescheiden van huis uit, maar dat hoorde ik een paar jaar later terug van hey, uh, iemand die in een andere groep zat. We vonden jou eigenlijk de beste groepscommandant die er was. Ja, okay, ja, dat, mm. Ja, maar dat, dat zit nog steeds in mijn hoofd. denk van, uh, ja, dat is gewoon de, de mooiste complimenten die je kan krijgen. Weet je. Ja. 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 Hoe doe je dat met de mensen die met jou werken? Ja. Of, of onder jou, maar zeg maar, die je, die je aanstuurt. Ja. Wanneer zij de stress niet meer aan kunnen of kunnen managen. Of het te hoog wordt. Ja. Dat is lastig, want je kunt ja. natuurlijk zelf er goed mee om kunnen gaan. Maar jij moet ook hun helpen daarmee om te gaan. Ja. Ja, het belangrijkste is denk ik voorkomen. Dus uh, ik ben heel erg van het lead by example. Oftewel uh, het voorbeeldgedrag laten zien wat jij wilt dat anderen ook vertonen. Dus als je dat al kan doen en je rust uitstraalt, ook al ben je van binnen niet rustig, van binnen ben je misschien angstig. Ja, ja letterlijk meegemaakt, weet je wel. Uh, maar als jij dat kan laten zien aan anderen. En anderen reflecteren dat op zichzelf. Ja, dan dan ga, ga je al voorkomen dat mensen angstig zijn of heel erg gestrest raken. Uh, merk je dat toch? Ja, dan kan je. Dan moet je dat proberen aan te gaan sturen. En het kan soms heel sociaal zijn, het moet soms misschien heel directief zijn. Ja. Directief bedoel ik echt mensen in de ogen kijken. Hé, hey, nu ga je dit doen, nu ga je dat doen. Herhaal wat ik zeg. Weet je? Echt letterlijk op die manier. Uh, een soort closed loop communication. Weet je wel. Dat is een ja. situatie dat, uh, uh, die dat vereisen. En je hebt het uh, geprobeerd van, hé, hey, uh, kom op, we gaan uh, nu dit doen. Iemand reageert er niet daarop. Hé, hey, pak iemand gewoon bij de armen, kijk iemand in zijn ogen. We gaan nu dit doen, herhaal wat ik zeg. Oké okay, en gaan, weet je want ja. sommige situaties die, uh, die, die, daar kan je niet gaan twijfelen, daar kan je niet. Uh, ga maar even op de kant zitten, weet je? ga maar even op de bank zitten. Hmm. Nee, iedereen gaat nu voorwaarts. En, uh, ja. dat, dat kan uh, op een sociale manier of het kan op een hele directieve manier. En liefst bouwen we dat op. We gaan niet gelijk directief zijn, maar wel uh, duidelijk. Ja. Ja. Is en desnoods. Uh, 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 het mooiste is, is in ieder geval voorkomen dat iemand gestresst raakt en als iemand gestresst raakt, ja, oké okay, prima, maar we gaan het nu wel doen. Ja. En hetzelfde ja, ja. met angst. Uh, accepteer het. Prima. Maar we gaan gewoon voorwaarts. We gaan het wel doen. Ja. ja, dus de mate van crisis dicteert ook de mate waarin je echt dirigeert. Of waarin ja. je het meer eigenlijk op een open manier van komt. Ja, zo, zo deed ik het in ieder geval. Ja. En dat werkte ja. voor mij. Ja, dat ja, ja. Klinkt, klinkt logisch. Ja. Dat klinkt op zich niet uh, gek. Hoe um, ontwikkelt zich dat later als je zeg maar, bij, bijvoorbeeld bij de BSB zit? Hè? Ja. Waar je denk ik je gaf al aan, volgens mij begon daar, hoeveel honderd man begon met die uh, toelating? Ja, als ik kijk naar een uh, selectieopleiding. Kijk, het is dus geen. Uh, het is wat anders dan uh, korpscommandotroep correspondent troep of Marshoff. Eh, ja. Marshof. Dus weer een speciaal eenheid van de Marius C. Uh, maar we begonnen, geloof ik, met 450 man. En dan ga je door een hele selectieprocedure, dat duurt soms wel een jaar. En Uiteindelijk eindig je de opleiding met negen mensen. Ja. Dus van de 450 man, 9 mensen. En ja, het is constant, dan moet je door hoepeltjes springen. Ja. Mm -hmm. En uh, blijkbaar was het elke keer de goede hoepeltje waar ik doorheen sprong. Uh, ja. Ja. Je bent daar dan, dan werk je ineens denk ik met mensen die eigenlijk allemaal uitmuntend zijn. Want volgens mij hebben die er vaak al een historie voordat ze bij de BSB kunnen aanmelden. En dan zijn het ook nog eens de mensen die maar op zo'n laag percentage eruit komen. Ja. Hoe, uh, dan werk je zeg maar met e-players, om het zo te noemen. Is dat dan heel anders dan uh, wat je daarvoor bijvoorbeeld bij uitzendingen hebt gehad? Hoe verandert die dynamiek? Ja, is anders, zeker. Ik, uh, ik, ik werkte veel met uh, jongere mensen, dus mensen die misschien uh, 1, 2, 3 jaar uit een opleiding komen, net van een school afkomen. Ja. Uh, en daar moet je leiding aan geven. Uh, bij de BSB waar ik zat, uh, was, had iedereen die periode al gehad. Dus iedereen was nou, minimaal 25, uh, 30, 35 jaar, allemaal wat ouder, meer levenservaring, ook vaak dus de militaire ervaring, operationele ervaring. Uh, maar je bent ook geselecteerd, en je hebt ook een bepaalde opleiding gedaan. Dus iedereen heeft een bepaalde uh, mindset ook. Weet je wel, die warrior mindset, uh, ja, die zag je daar heel veel terug. En natuurlijk, iedereen, uh, het zijn niet allemaal E-players. De enige is wat meer de E-player dan de ander. Maar over het algemeen, iedereen heeft die selectie en opleiding gehaald. Dus in de basis kan iedereen hetzelfde. In de basis denkt iedereen hetzelfde. Ja. Dus uh, ik heb ook eens missie gedraaid. En dat doe je altijd met hele kleine groepjes, van twee tot misschien zes, acht personen. Dat zijn de teams waarmee je werkt. En daarvoor werkte ik met groepen van, uh, ja, ik had de leiding over acht. En soms werk je met groepen van 100, 200 man ga je een actie doen. Mm -hmm. En nu was het uh, twee, soms in je eentje. Mm. Uh, waar, waarbij je onder de radar iets moet doen. Ja, ja. Dus Dan moet je natuurlijk mega verantwoordelijk zijn. Naar jezelf vooral toe, maar ook naar de organisatie toe. Integer, flexibel. Um, maar ja, dat maakt natuurlijk het werk. Ja, ik vond het uh, mega mooi. Ja. Uh, heel interessant. Ja. Ja. Want heb je daarin, want dat is weer een hele andere dynamiek. Hè? Ja. Je bent al met z'n tweeën. Nou, dan kun je zeggen dat als er een van de twee de stress niet trekt, bij wijze van spreken, hè, als er ja. echt iets gebeurt, binnen 50% van het team die, uh, waar je niet echt mee op kan bouwen. Ja. Hoe um, was dat voor daar? Zeg maar, kan je, je daar een, een situatie herinneren dat je dacht. Hier heb ik, dit heb ik nooit eerder meegemaakt op deze manier. Hmm. Hoe bedoel je? Ja, vanuit het stukje. Eigenlijk dat je, dat je niet had verwacht dat het liep ja. zoals het is gelopen. Dus dat je ineens eigenlijk het onverwachte. Dus ja. ik ben natuurlijk heel voorbereid in alles. En wie zei het net al, de meeste stress ontstaat op het moment dat ik ja. eigenlijk niet weet wat er moet gebeuren Klopt. of geen controle heb. Ja. Nou eigenlijk, elk plan, dat, dat verandert altijd. Dus er ja. zijn altijd onverwachte elementen. Maar even terug wat je zei, die dynamiek. Die BSB is eigenlijk een hele sociale club. Dus uh, iedereen vertrouwt elkaar eigenlijk 100%. Uh, het is een hele open, open cultuur. Dus als er iets is. Durf je dat aan te geven, er wordt ook geluisterd naar de leiding. Als je even niet lekker in je vel zit, word je even op de kant gezet, word je gecoacht en daarna ga, ja. ga je weer voorwaarts. Uh, de, de commandant kan je gewoon bij zijn voornaam uh, noemen. Hier, bij die andere club was het totaal anders. Hiërarchie. Ja. Het uh, was niet altijd sociale uh, veiligheid. Het was niet altijd uh, onderling vertrouwen. Ja, je gaat wel voorwaarts, maar het was niet. Uh. En dat was bij de BVB dat heel anders. Dus ja. dat is al de basis. Um, ja, en echt situatie waarbij alles anders ging dan anders. Uh, ja, maar niet tot in het extreme. Niet tot in het leesbedreigende. Nee. Um, maar op het moment dat jij een plan maakt en je gaat het uitvoeren... moet je altijd wel blijven aansturen. En kijk, en het is natuurlijk heel fijn dat je met mensen samenwerkt... die, uh, die je blind kan vertrouwen. En dat is ook echt... Uh, mensen bijvoorbeeld wie ik die, die BSB-opleiding heb gedaan... Nou, stuk voor stuk vertrouw ik die gewoon allemaal meer dan 100%. En eigenlijk ja. nog steeds. Ja. Sommigen heb ik contact verloren, maar sommigen heb ik nog steeds contact. en Ja, je gaat door zo'n uh, uh, intensieve periode met elkaar... en je, je weet allemaal wat je van elkaar kan. En je wordt... Getest, uh, je ziet hoe uh, mensen reageren onder stress. En je weet gewoon dat dat goed is. Ja, uh, ja dat geeft wel een heel gevoel van: een okay, kijk, ik kan eigenlijk alles aan. Wat er op ons pad komt, uh, dat is de instelling. Ja, mm. en ook weer vertalen naar een onderneming. Als je dat kan creëren binnen jouw bedrijfscultuur, ja, dan heb je natuurlijk een hele sterke basis uh, om te groeien, om, om, om schokken uh, te kunnen absorberen. Ja, op uh... welke missies ben je allemaal geweest? Ik ben heel veel in Irak en Afghanistan geweest. Ja? Heel, 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 heel veel. <laughs> ja, eigenlijk heel veel. Uh, gewoon uh, vanaf ja, 2003 tot 2015 ben ik eigenlijk doorlopend in Afghanistan geweest. Een beetje. Echt waar? Ja, heel veel. Uh, verschillende missies. Ja, ik zeg wel heel veel, maar relatief veel. Uh, en vanuit de BSB heb ik met name heel veel gewerkt in, uh, in Irak. Uh, dus vanuit uh, Baghdad... En niet alleen binnen die international zone, want je hebt daar een soort zone waarbij eigenlijk alle ambassades zitten en dan zit je relatief veilig. Uh, er zit ook bijvoorbeeld de Amerikaanse ambassade, zit daar. maar ook juist heel veel daarbuiten. Dus uh, in de red zone, of hoe je het wil noemen. Buiten dat had ook heel veel gereden, allerlei steden die je kent van het nieuws misschien. Ja. Ja. Van Najaf tot uh, nou, al die, die plekken. Uh, ja, Libanon, uh, grens met Syrië. Ja. Ook uh, Syrische vluchtelingenkampen veel geweest uh, in die periode, 2013-2014. Uh, ja, en nog andere landen. Uh, ja. Aardig wat uh, jaartjes dus uh, erin gezeten. Ja, precies. Ja. En, uh, bijvoorbeeld voor Afghanistan. Uh, je bent dan een lange periode daar. Kom je ook nog wel eens thuis? Of is, ben je bijna alleen maar gewoon uh... op een missie? Nee, je komt zeker thuis. Bij de BSB ligt de druk wel hoog hoor. Maar het zijn kortere missies vaak. Acht, negen weken en dan weer terug. Mm -hmm. uh, die club daarvoor was het langer weg. Maar dan ben je ook langer weer thuis. Ja. Um, maar omdat de druk bij de BSB gewoon hoog ligt. Het zijn het vaak acht, negen weken maximaal dat je weg bent. En dan kom je weer terug. Uh, ja, en, en bij die andere club was het soms vijf, zes maanden dat je echt doorlopend weg bent. Mm -hmm. Maar dan ben je ook wel een jaar in ieder geval weer terug. Ja. Ja. En wat doe je dan als je dan weer terugkomt? Wat ga je dan ja. doen? Uh, ja, dan ga je gewoon lekker de routine in routinematig draaien. Nee, ja, je moet sowieso even je diffusen, dat is heel belangrijk. Dus zeker na zo'n vijf maanden periode waarbij ik net wat situaties schetst. Kijk, die, dat stressniveau, je komt terug, dat is nog steeds op een vier. Dus in Nederland ben je ook nog steeds alert. Ben je ook nog steeds, heb je ook nog steeds situational awareness? Ga ik ook nog het liefst achter een restaurant zitten om te kijken wie er binnenkomt? Uiteindelijk uh, app dat weg na een aantal weken, misschien maanden. En dan ben je weer terug naar nul. Weet je, Want in Nederland mag je gewoon, uh, hoef je niet gestrest te zijn, hoef je niet constant om je heen te kijken. Uh, afhankelijk van waar je loopt in Nederland, maar over mm. het algemeen. <laughs> um, ja, dus uh, sommige mensen blijven daarin hangen. Ja, dus die, die kunnen uh, postmatisch stress ontwikkelen. Nou, er zijn uh, gewoon trajecten voor. het um, belangrijkste is gewoon met elkaar praten. Maar ik merkte bij mezelf, ik kom terug bijvoorbeeld in december. En er was heel veel vuurwerk natuurlijk <laughs> op straat. En ik was net, denk ik, net twee weken terug. En uh, ik loop met een uh, collega op straat en uh, er gaat een uh, vuurpijl af. En ik lig automatisch gewoon onder een auto. Niet over na te denken, gewoon midden op straat. Allemaal mensen ja. kijken zo van hé, uh, hey, wat doet die? Doet die nou? nou gelukkig kon ik heel hard om lachen. Ja. Uh, en ik stond ook weer op en, uh, en door. Ja. <laughs> maar uh, je zit gewoon nog in die modus. Dus je ja. moet even, echt even diffusen. Je moet echt even uh, weer landen hier. Ja. Um, dus je gaat doen leuke dingen doen met je partner, familie, vrienden. Gewoon maar even. En ja, de, bij de meeste gaat het over het algemeen gewoon weer goed. Ja, sommige niet. Die blijven daaraan hangen. Of die ontwikkelen toch ook trigger-momenten dat ze iets horen of een knal. Kijk, en ik ook, als ik nu een knal hoor buiten dan heb ik eventjes heel kort, dat ik misschien aan een halfje ga, weet je, of een eentje, ja. en terug naar nul. Mm -hmm. um, ja, dat, dat blijft misschien wel. Ja. Uh, maar het is niet tot in het paranoïde, weet je wel. Dus ik kan, ik ben gewoon alert over het algemeen. Uh, maar ik kan ook dingen heel goed loslaten. Dus, ja, uh, ja. Okay. Want je hebt. Uh, uh, er was een documentaire zien van Amerikaanse veteranen. Ja. Ik weet niet of het Vietnam was of, of Afghanistan, maar dat ze bijvoorbeeld ook uh, zijn er van die uh, bommen gelegd, maar even simpel te ja. zeggen. Hè. IED's noemen ze dat. Precies. Ja. Maar ja. Met in een plastic zak of ja. hè, langs de weg. Ja. En dat uh, dat die ook zeggen van, ah, ik rij over de weg of de snelweg, ik zie een plastic zak, automatisch gaan ze ja. gewoon over drie uh, rijstroken naar links. Ja. En dan brengen ze van alles in gevaar. Ja, dat gebeurt heel veel en die die uh, dat herken ik ook wel. Uh, maar ook collega's die ik ken hoor, die, uh, die zijn letterlijk op zo'n uh, zo berrembom. Noem... Ze liggen niet in de bergen, ze liggen meestal op de weg. maar ja, ja. dan blijkbaar. Een IED, Improvised Explosive Device, die daarop is gereden. Uh, maar die terugkomt in Nederland. En elke keer als hij over een verkeersdrempel reed, had, kreeg je dat gevoel weer. Ja. Ja, ja dus dan uh, is het weer die flashback. Weer het gevoel van: oh, weet je, um, goed, nogmaals, er zijn gewoon hele goede trajecten voor. Alleen uh, je moet het wel aangeven. Je moet dat wel. Uh, ja, en dat is ook echt gewoon een, een ding hoor, want heel veel mensen zijn toch te trots om. Of, of schamen zich daarvoor? En uh, gelukkig is daar ja, zijn heel veel initiatieven. Uh, binnen Defensie heb je uh, KNAK, is bijvoorbeeld een initiatief daarin. Okay. je praat met elkaar. Uh, dat, is gewoon, ja, dat is echt nodig, nog steeds. Het is wel een stuk beter, maar nog steeds is dat nodig om, uh, ja, om te voorkomen dat je PTSS ontwikkelt. Ja, ja. Maar voorheen was dat niet zo. Nee, laten we zeggen, 30 jaar geleden uh, was dat heel anders. Ja. Uh -huh. Zeker. Okay, dus Nederland is daar wel al let op? Ja, beter, maar het kan nog veel beter. Ja. 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 Heeft dat ook misschien denk ik te maken met het stukje van toch dat mannen hard moeten zijn of zo? Ja, dat is toch nog steeds de cultuur natuurlijk. Ja. Absoluut. Ja, ja. 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 ja ik, ik kan me ook wel voorstellen dat dat best wel. Uh... Ik heb dat zelf ook wel bijvoorbeeld ja. dat ik. Ik heb dan nu over twee weken of zo voor het eerst in een lange tijd weer een afspraak met een psycholoog staan. Ja. Je merkt als ik dat tegen mensen zeg, dat mensen het, tot dan gelijk gaan checken. Gaat het wel? Dacht, ja, het gaat prima. Maar ja. ja. Weet je, ik ga ook mijn APK van mijn auto doen... voordat alle wielen eraf ja. vallen en, ja. en die niks meer doet. Ja. Ik ga gewoon even checken van... hé, hey, laat ik het eens wat dingen ja. hebben. Ja, ik heb wel eens stress, laten we het daar eens over hebben. Okay. En um, Ik denk inderdaad wel, maar ik ben heel benieuwd of dat... Ik vind het moeilijk om voor me te zien dat er een wereld is... waarin een man tegelijk dat harde, dat stoere, dat bereide of zo... en dat gevoelige goed in balans heeft. Want dat lijkt me gewoon best wel lastig. Ja, maar dat is dus de echte kunst. En als je dat ja. kan, ben je mentaal sterk. Dan heb je ja. dus die warrior mindset, dus... Ja. Je moet hard zijn op momenten dat het moet. En je moet je jezelf ook kwetsbaar kunnen opstellen. Eigenlijk noem het soft, geef het een naam. Op momenten dat, uh, dat het ook moet. Ja. En uh, kijk, als ik kijk naar speciale en special forces, daar is de cultuur vaak. Het verschilt ook weer per eenheid hoor, maar over het algemeen. Zo dat je juist heel goed met elkaar kan praten. En juist uh, ja. ken je elkaar door en door. En je kan daardoor ontstaat dus 100% vertrouwen. Ja. Als, ik me, als ik me omdraai dat ik weet dat diegene uh, weet je, mijn rugdekking uh, heeft. Of uh, je vertrouwt elkaar blindelings. links. En binnen de wat grotere organisaties, ook binnen defensie, hangt een beetje soms dat macho cultuur en ja. is dat wel minder en durven mensen dus ook minder over dingen uitspreken, maar ja, dat is echt de kracht als jij dus uh, heel hard kan zijn, mentaal sterk bent, um, maar het is dus uh, um, ook zo dat je dus inderdaad op momenten dat het moet, jezelf ook kwetsbaar kan opstellen ja. en zegt van hé, het gaat even niet goed. Uh, ja, en dat, dat heb ik het best bij de BSB is dat was dus, dus was die cultuur zo. Ja, dat is gewoon heel mooi. krachtig. Ik vind het wel interessant dat juist dus ik weet niet of ik het zo mag noemen hoor. De, ja. Correct me if I'm wrong. Dat het neusje van de zalm. Dus, dus ja. toch wel mensen die echt binnen de een aantal van de hoogste posities qua. In ieder geval. Qua skills, special forces, ja. BSB, bekleden. Dat dat juist de types zijn. Ik had het altijd toch ook wel door films gevoed. Weet je wel, die hebben een ja. sigaar in hun mond. En dat zijn harde gasten ja. met een tanktop aan en zulke spierballen. De, 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 de maar het er. Uh, juist uh, ja. precies. Nee, ja. <laughs> maar dat het juist veel meer. Ook dat stuk uh, over emotie praten, jezelf begrijpen, ja. die dingen, dat dat veel grotere rol speelt. Absoluut, dat is het. Het is constant zelfreflectie toepassen, ja. constant met elkaar praten. Uh, ja, dat is echt een kracht. Jezelf ja. goed kennen, met je persoonlijk leiderschap. Uh, wat, zijn mijn, wat zijn mijn valkuilen, wat zijn mijn sterke punten? Dat van elkaar weten binnen jouw team. Ja. ja. Mooi, dat is, ja, dat is heel prachtig. Ja. Ja, dat is iets wat ik ook wel eens ga testen, denk ik, uh, nu wat meer bij ondernemers die ik spreek. Ja. Kijken, van, heb ik al die, al die topondernemers hebben die dat nou eigenlijk ook, weet je wel? Van, ja. Niet alleen zo'n harde, snelle, gehaaide jongen, maar iemand die eigenlijk ook heel erg in touch is met zijn emoties en zichzelf. Waardoor hij ja. het veel langer goed kan blijven doen. Ja, bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. En eerlijk gezegd, dat is een leader, good reader of zo. Iemand die ook gewoon zelf ontwikkeling doet, veel boeken leest, veel met zichzelf bezig is, zelfs, zelf veel, uh, zelfreflectie ook toepast. Ik denk dat dat uh, in potentie hele goede ondernemers en leiders kunnen zijn. Ja. Ja. Hmm. Ja. Nou, als ik dat eventjes snel moet scannen. Maar bijvoorbeeld een uh, Jeff Bezos, een Elon Musk, uh, we kennen die foto's wel. Uh, dat ze allemaal kaal zijn. Uh, dat ze niet gezond uitzien. Hartstikke gebleken. Nou, dat is nu wel een beetje geswitcht. Hè. Ik bedoel, Mark geswitcht. Zuckerberg is uh, een of andere MMA-vechter nu... die blijkbaar best wel serieus aan het trainen is. Maar dat komt ook omdat... Uh, Jeff je, Bezos... Uh, zo hebben ze hun stank. leven zeg maar ingedeeld. Ja. Dat is het zeg maar nu. Maar ik moet zeggen dat ondernemen... Er zijn genoeg voorbeelden om te noemen van... Ja, je hoeft niet per se gezond te leven om een topondernemer te zijn. Nee, nee, nee. zeker niet. Nee. Het valt helemaal niet in lijn met elkaar. Je kan bij wijze van spreken nog best wel een toxisch bedrijf opbouwen... Uh, met een het, terwijl, ja, ja, Met een ja. Het aan het groeien is. Absoluut. <laughs> ja, ja, dat kan. Ja, alleen dit, ja, mijn visie is anders. Ja. En, uh, iedereen moet doen wat hij wil, weet je wel. En uh, good for you, weet je wel. Hartstikke goed. Mm -hmm. uh, ik hoop dat je, uh, dat je uiteindelijk gelukkig bent en uh, daar gaat het natuurlijk in de essentie allemaal om. Ja. Maar uh, nee, ik, ik denk dat je je kansen verhoogt als je, als je de zaken die we net hebben besproken, als je die kan toepassen. Ja. Uh, of als je zoekende bent, van ja, ik wil ondernemer worden. Uh, ja, ga vooral niet voor die bierbuik, maar ga voor een uh, mentaal en fysiek uh, goed lichaam. Begin bij jezelf. Je Vertrouw in jezelf. En, en vanuit daar, uh, dat is echt de basis. Ja. Uh, yeah. Het is nee. ook zo lullig als je 30 jaar hard werkt om op je 50ste al die miljoenen te hebben en op je 60 om te vallen. Ja, ja dat ja, is ja, geen <laughs> eh, wat je niet wilt. <laughs> ja. Het is gewoon actie. Je, als jij je gewoon uh, niet goed leeft, ja, dan verhoog je gewoon de kans dat je gewoon uh, voortijdig uh, iets hebt. Weet je, en, uh, ja. ja. Hey, natuurlijk, we kunnen elke dag... Uh, dat is ook het kader van relativeren. Hè. Elke dag kan er iets gebeuren. Ja. Uh, je weet niet wanneer het leven is eindig. Je weet niet wanneer het moment komt. Maar je vergroot je kansen natuurlijk. Op het moment dat jij gewoon gezond leeft. Minder stress hebt. Um, je stress zo laag mogelijk houdt. Ja, dan hou je het zo lang mogelijk uit als het goed is. Ja. En geniet van elke minuut. Hè. Dat is natuurlijk, uh, ja. Ja. hey uh, Derek. Uh, ik heb nog één kriebelende vraag. Ja. En dat is... Uh, we hebben het net gehad over stressvolle situaties ja. hè, en daar noemde je een missie van. Ja. Ik ben ook benieuwd naar jouw meest zware missie. Wat was nou echt een van de missies waarvan je zegt van... Po, dat ik daar nog levend uit ben gekomen? Ja, dat is toch weer die missie. Toch uh, wel uh, ja, zeker. Ja. Dat is gewoon de missie waarbij ik eigenlijk alles waarvoor ik, waar ik, ik ooit heb getraind. Alles samen kwam. Alles samen kwam van uh, gewonden uh, praten met uh, patch-gevechtshelikopters om uh, vuursteun uh, te krijgen. Uh, Leiding geven onder extreme druk. Weet um, je, mezelf ook tegenkomen van... Uh, oh, ja, ook bewust zijn dat je misschien niet thuis komt. Dat je je afscheid, afscheidsbrief moet schrijven, letterlijk. Um, ik weet dat in trainingen, dat gebeurt wel eens, hè. Van, uh, we gaan nu... Af... Nou, ik heb mm -hmm. hem een aantal keren moeten schrijven. Yeah. Voor afval. Die dan ergens in een envelopje lag uh, bij mijn ouders. Van, nou, uh, uh, daar ligt hij. Als ik er niet meer ben, dan mag je hem openmaken. En de afloop verbrand ik hem dan gelijk, maar... Um, die periode was voor mij wel heel duidelijk van, nu is het wel echt erop of eronder. Met die mindset dus ook weer, daar is die weer, die warrior mindset van was ook heel erg van. Kijk, ik was verantwoordelijk voor acht man, maar je had eigenlijk een hele sterke echte club van dit een peloton van maar, 30, 28 mensen. Eigenlijk voelde ik me verantwoordelijk voor ieder van het peloton. Met die mindset ging ik ook die kant op, van iedereen gaat terugkomen, inclusief mezelf natuurlijk. Maar ja, ik stond er heel anders in dan ook wel andere missies. Natuurlijk, uh, als je in, uh, met de grens met Syrië loopt, dan weet je ook dat er van alles kan gebeuren. ja, toen was ik al dusdanig uh, in relatieve rust, dat ik denk van ja, dit is, we zijn nu hier weer. En dat geeft ook op een gegeven moment, gaat ook dingen, gaan ook dingen wennen. Je bent alert, maar je ziet niet meer die vier, dan zit je misschien op een twee of een één. Ja. Maar dat was wel die periode. En dan is dan de, de Oederskan-uitzending in dit geval. Toen Nederland verantwoordelijk was over de provincie in Afghanistan. Uh, ja, dat eigenlijk alles samenkwam en eigenlijk alles hebben we gedaan wat. Ja, waarvoor ik ooit had getraind. Ja. En dan was het echt wel heel bewust van: uh, je belt een keer naar mijn ouders toen. Het uh, was een hele slechte verbinding en, en, en uh, ja, op een gegeven moment krijg je bijna een brok in je keel van: ah, uh, je, je kan ook uh, niet thuiskomen. Uh, ja. ja, weet je, dus dat is, dat is soms best wel uh, heftig. Of met je partner, hoe je dan ook belt. Maar ja, en, uh, dat is ook prima, weet je wel. Dat uh, hoort er ook bij. Heb uh, ja. je wel eens iemand gehad die niet terugkwam bij de hele peloton of dingen waarmee je werkte? Binnen mijn peloton niet, maar wel binnen mijn eenheid, wat grotere eenheid. Uh, en ook wel echt bekende van mij, uh, ja, helaas, die ik ook zelfs een keer in hand gaf, hey, uh, die kwam mij dus aflossen. Helemaal goed dat je er bent en uh, die ik wel kende, waar ik ook mee had getraind en twee dagen later uh, was die overleden. Ja. Dus, uh, ja. Heftig. Ja, heel heftig, ja. ja, ja zeker. Hoe is dat schrijven van zo'n brief op dat moment, zeg maar? Van hoe, ja, in wat voor staat doe je dat, zeg maar? Van hoe ga je daarmee om? Ja. Ik weet, ik weet niet meer precies. Voor mij was wel gewoon een uh, zaterdagavond of zo... dat ik ervoor ging zitten. Dacht, nou, daar gaan we, weet je wel. En, ja. uh, wat zit je er niet in? Wat zit je er wel in? en uh, Ja, dan, dan ben je wel even heel erg bewust. en ben je ook heel, heel erg in het moment van, ja. Uh, ja, dat je sterfbaar uh, bent. Uh, dat ja. is denk ik altijd goed om, uh, om dat, uh, daarvan bewust van te zijn. weet je wel Ook maar eventjes van ja, wat is nu eigenlijk echt belangrijk? Weet je ja. uh, sommige dingen zijn heel urgent of zijn heel erg... Heel erg, uh, uh, heel erg onder druk, maar wat is nu eigenlijk echt belangrijk? Weet je, ja. wel even terug naar de essentie. Ja. En dat helpt je wel, dat zit je wel echt aan het denken. En ook daar weer vanuit uh, doe ik me ook de dingen die ik dagelijks doe. Weet je, van, uh, wat is nou echt belangrijk, echt belangrijk in het leven? Mooi. Dus dat zet je wel aan het denken. Ja, zeker. Nice. Oh ja. Ja. Terug bedankt. Ik uh, denk van deze aflevering, wat ik zelf er ook echt meeneem, wat ik denk voor veel mensen die dit kijken ook echt waardevol kan zijn. Is het stukje gezond omgaan met dat het fout kan gaan. In ja. ondernemen gaat het natuurlijk heel veel over... ja, kijk naar het succes, manifesteer, ja. kijk naar alles wat er goed kan gaan. Maar zoals jij al zei, zo'n matrix maken met de risico's en welke impact dat kan ja. hebben. Uh, erbij stilstaan dat je kunt sterven of dat dingen fout kunnen ja. gaan. Ik denk dat dat op een gezonde, rationele manier doen, dat dat heel waardevol is. Ja, en ja. en, en, en dat ook dat maak het ook niet te zwaar soms. Humor nee. is ook belangrijk. Uh, implementeer dat ook vooral in je, in je team. Ja. Ja. Maar uh, ja, zeker. Ja. ja, heel graag gedaan en bedankt dat ik hier mocht zijn sowieso. Leuk dat je er was ja, man. man, dankjewel. dankjewel. En uh, tot de volgende en hopelijk kunnen we een keertje bij je meedoen. Altijd welkom. Leuk, Leuk man. thanks, Ciao. Hoi. Heb jij de podcast tot hier geluisterd, dan ben je waarschijnlijk het type man dat past bij Hard Times United Strongman. Nou, mocht je hem dan volgen, het evenement heeft een metamorfose ondergaan. Mm -hmm. He, ze hebben een nieuw logo, een nieuwe focus en zijn exclusief voor ondernemers. Ze schakelen over naar een hogere versnelling. Zakelijker, professioneler, serieuzer en met meer inhoud. En de editie 6.0 op 28 en 29 november 2024 gaat plaatsvinden in Zeeland. Twee dagen gaan we aan de slag. Eén dag met jou en één dag met je bedrijf. Ah, wil jij graag bij die editie zijn? Veel succes. We hebben namelijk een beperkt aantal toegang en het is een zeer select aantal deelnemers. Kwaliteit staat voorop. En in tegenstelling tot de XL-editie van Hard Times United Strongman die daar aan zit te komen, is dit geen massa-evenement. Het is meer een... Intensieve ervaring. Meld je aan voor de wachtlijst via de link in de beschrijving. En wie weet zien we je daar.